Goedemiddag en weer hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Husse TV. We zijn weer helemaal opgewarmd van Husse bij Kaarsleeg, want het was bar koud. Maar ook een stralende hemel, want voor zover dat je niet in de kramen keek, maar omhoog keek, kon je een hele hoop sterren zien. En daar ga ik straks over praten met de heer Wim Muizenbelt, want u kunt leren hoe dat u naar sterren kunt, moet kijken. Maar eerst iets anders. Elk jaar met de kerst is Koperen Kees bijzonder actief. En niet alleen met de kerst, maar zelfs ook de weken daarvoor. Want dan zijn ze volop aan het repeteren, danspasjes, zang, tekst, noem maar op. Want ze spelen dan gedurende 8 tot 10 uitvoeringen hun eindejaarsvoorstelling, laten we het zo noemen. Dit jaar moet u daarheen met hele sterke zenuwen. Want het is griezelig, het is spooky. Het zijn allemaal heksen. Ja, Kaniels, ooit verkering gehad in Husse. Ja, heel lang geleden. Toen weer vertrokken en nu weer terug. Waarom? Nou, ik heb eigenlijk altijd de wens gehad om nog een keertje bij Koperen Kees te regisseren. Ik regisseer al een aantal jaren. Ben ook vanaf eigenlijk dat Koperen Kees bestond een grote fan van Koperen Kees. Ik ga ook naar alle voorstellingen altijd kijken. Dus nu deed de gelegenheid zich voor. Nou, dan moet je pakken. Nu ben je regisseuse. Heb je ooit zelf ook gespeeld? Ja, ik heb vroeger regelmatig gespeeld zelfs. Een tijdje lang professioneel gespeeld. Maar ook dat is al wel weer een hele tijd geleden. Maar nu al de laatste 20 jaar eigenlijk puur bezig met regie. Dat houdt in dat je professioneel regisseur bent. Ja, dat klopt. Ik heb een docentenopleiding drama gedaan in Arnhem. Dus 4-jarige hbo-opleiding. Wat is er nou zo leuk aan toneel? Het is de meest idiote hobby die je maar kan voorstellen. In feite, je bent een avond in de week zoet. Nou, daar komt vaak nog een weekend bij. Nou, daarbij heb je het alleen al over de spelers die aan het repeteren zijn. Daarnaast heb je mensen die kostuums maken. Je hebt mensen die met grim bezig zijn. Je hebt mensen die met decor bezig zijn. Al met al, heel veel mensen zijn bezig. Voor iets wat soms maar 1 of 2 avonden wordt opgevoerd. Want dat is binnen het amateurtoneel heel vaak. Dus daarom ben ik ook zo blij dat ze het hier in ieder geval 10 keer spelen. Dan heb je nog wat eer van je werk. Ja. Het is een bizarre hobby. Ja. Je moet er echt met je ziel in zitten, vind ik. Je zei, je wilde graag bij Koperen Kees spelen. Nu spelen... Regisseren. Ja, of regisseren. Maar nou krijg je een stuk van Ronald Dahl. Ligt dat ook in jouw richting? Nee, nou ja, laat ik zo zeggen, Roald Dahl vind ik heel erg leuk. En ik heb er als kind al heel erg van genoten en ook als volwassenen zijn volwassenenverhalen. Maar ik moet zeggen, ik vond dit wel een hele uitdaging. Want er komt heel wat anders bij kijken dan alleen maar speltechnisch een voorstelling neerzetten. Want er moeten heel veel effecten en techniek komt erbij kijken om al die veranderingen, et cetera, ik wil niet al te veel vertellen. Maar er komt gewoon heel veel bij kijken om dit goed over het voetlicht te krijgen. En dat vond ik, was voor mij ook nieuw, maar wel een uitdaging. Maar dan ken je ongetwijfeld het boek. Ja. En daar is een toneelbewerking van gemaakt. Ja. Kun je je dan in vinden? Ja, anders had ik het niet gedaan. Als ik er niks mee kan, dan moet je niet gaan regisseren. Dus je moet er, als je het leest, moet je er al ideeën bij hebben. Dat wil niet zeggen dat ik niet voor regelmatig mijn eigen achter de oren heb gekrapt van, oh jeetje, hoe lossen we dit nou weer op? Maar uiteindelijk is dat volgens mij allemaal wel gelukt. Ja. Nu kende je de spelers al van Koperen Kees. Het stuk ken je dan. Maar hoe ga je daar dan in? Hoe pak je zoiets aan?
ik regisseer eigenlijk altijd vrij open. Laat ik het zo zeggen, ik heb een basisidee waarvanuit ik werk. En dan kijk ik wat de spelers mij bieden op de vloer. En dat wordt een wisselwerking, zal ik maar zeggen. Nou, uiteindelijk is hier bij de heksen gebleken dat op het moment dat ik de muziek erbij had, dat het toen echt in één keer begon te sprankelen en te leven. Dus dat is dan wel ook echt een inbreng van mij. Maar ook een hele belangrijke keuze om op een bepaalde manier muziek in te brengen. En in deze voorstelling zit heel veel muziek. Ja. Ik vind dat belangrijk, vind ik leuk. Ja. Maar het is altijd een wisselwerking tussen mij en de spelers. Ik geloof ook niet dat ik wat dat betreft een hele strenge, bepalende regisseur ben. Die zegt van zo en zo moet het. Want dat vind ik niet zo goed werken. Ik vind je moet kijken wat je kan samen. Om uiteindelijk samen tot het mooiste resultaat te komen. Ja. Nu snij je naar te laten. Er zitten een hele hoop effecten in. Om de sfeer van het stuk naar voren te laten komen. Zitten hier moeilijke aspecten in het stuk? Ja, er zitten echt wel moeilijke aspecten in. Bijvoorbeeld een van de spelers verandert in een muis. Dat is nagenoeg bekend, denk ik. Hoe doe je dat? Nou, dat zullen moeten mensen gaan zien, denk ik. Maar dat is gelukt, kan ik je verzekeren. Ja, ook weer terug? Terug niet, want dat hoeft niet. Hij verandert niet meer terug. Dat is jammer, maar hij blijft nu eenmaal een muis. Maar wat wel zo is, is dat je hem op een gegeven moment als muis ziet voortbewegen in een volwassen wereld. Dus dan moet je je decor opblazen, zou ik maar zeggen. Want dan wordt die speler die de jongen speelt, wordt in één keer een muis in een, nou ja, in een volwassen wereld met een enorm grote trap of een enorm grote drempel. Of, mm-hmm. Nou ja, en dat zijn van die technische dingen, die zijn even lastig. Ja, oké, kom maar. Martine van Bon, waarom speel je eigenlijk toneel? Ik heb 10 jaar gezongen bij Popcor 2000 in Bemmel. En ik wilde wat anders. En toen ben ik eens hier gaan kijken. En dat beviel me gelijk zo goed dat ik maar ben blijven plakken. Om maar zo te zeggen, ja. Maar toneelspelen doen we eigenlijk allemaal wel een beetje in ons leven. Maar waarom nu geregisseerd toneelspelen? Is een uitdaging voor mij. Ik wil kijken wat ik allemaal kan en wat allemaal mogelijk is. Ik vind het geweldig om te zien hoe een regisseur een groep zo ver kan krijgen dat ze een verhaal op de planken, een geloofwaardig verhaal op de planken kunnen zetten. En dat, mm-hmm. Dat is machtig mooi om te zien. Ja. Ja. Nu heb je een rol gekregen in dit stuk, ja, die niet helemaal bij jouw leeftijd past. Hè? Want je hebt de rol gekregen van oma. Ja, klopt. We zitten nu 14 dagen voor het stuk ongeveer zo'n beetje. Hoe bevalt oma? Oma heeft even moeten wennen aan de rol. Maar ik zit er aardig in, moet ik zeggen. Ja. Het is inderdaad lastig om een oudere vrouw te spelen, maar het gaat me aardig goed af. Wat voor mens is het? Heel liefend. Een hele bezorgde, lieve oma. Die niets dan goed voor haar zoon, voor haar kleinzoon wil. Mm-hmm. Maar wel heel bezorgd is. Want, is het een zware rol? Ja, ik vind van wel. Ja? Ja. Veel tekst. Veel tekst, veel op de vloer. Ja. Dus dat is wel, hij is wel heftig, ja. Met hoeveel mensen spelen jullie eigenlijk het stuk ongeveer? Ja, dan moet ik even niet liegen. Een stuk of 12, nee. 22 word ik ingefluisterd door de regisseur. Ja. Ja, dat is een ja. Meestal met die regisseurs. Hé, de heksen. Ja. Had je wel eens van het verhaal gehoord? Ja, zeker. En, mooi? Ja, ik heb het boek gelezen. Vroeger toen ik klein was natuurlijk. Kippenvel? Ja, dat kan, ja ik hou van lezen. Dus, en dat je dan ook nog... ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Ik heb de film ook gezien. Dat vond ik wel spannend.
En ja, natuurlijk gaaf dat we het nu zelf gaan spelen. Ja. Nou, het regisseur ben je erover van ja, meestal bij een amateurgezelschap 2-3 uitvoeringen. Maar hier moeten jullie aan de bak, hè? Ja, we hebben 10 voorstellingen. Ja, dat is hard werken. Maar uit ondervinding heb ik, als je iets heel vaak achter elkaar doet, een voorstelling of een show, dan begint het steeds losser en er komt steeds meer een eigen lijntje in te liggen. Is dat bij jullie ook zo? Ja, dat merk je al nu aan de repetitie, vind ik. Het wordt allemaal al steeds makkelijker en je groeit steeds minder rol. En ik denk dat het met de voorstellingen steeds meer gaat worden natuurlijk. Ja. Wanneer gaan jullie beginnen? Tweede kerstdag. Om 2:00 gaan we in première. Ja. En dan is het de 26e, dus dat is tweede kerstdag. Ja. De 27e, 28e, 29e en de 30e. Allemaal om 7:00. Dan zijn we, ik moet even spieken hoor. Ja, dan zijn we 6, 7 en 8 januari. Dat is vrijdag, zaterdag en zondag. De vrijdag en de zaterdag ook weer om 7:00 en de zondag om 2:00 hebben we een matinee. Dat houdt in dat er met de kerst niemand van Koperen Kees thuis is. Tweede kerstdag in ieder geval niet, nee. Nee. Maar dat maken we gaan hier gezellig na de première gezellig ons kerstfeest vieren. Mm-hmm. Dus dat, voor wat hoort er wel. Ja, tuurlijk. Hey, ik neem aan dat de mensen niet voor niks naar binnen kunnen. Nee. Ze zullen kaarten moeten kopen. Ja. Kosten die dingen en waar kun je ze krijgen? Nou, ze kosten €8. En ze zijn te verkrijgen via www.koperen-kees.nl. Ja. En daarop staat precies hoe ze een kaartje kunnen reserveren. Dat is heel makkelijk. Ze kunnen ook bellen. Ja. Dat is 026 325 20 83. En dan krijgen ze onze lieftandige Hanny aan de lijn waarschijnlijk. Ja. En die zorgt dat de kaartjes gereserveerd worden en klaar liggen. Ja. Nou is de kerstvakantie van de scholen. Uh-huh. Dus je zou kunnen zeggen van oké, leuke gelegenheid om met de kinderen ergens naartoe te gaan. Maar waarom moeten de mensen nou naar die voorstelling van de heksen komen kijken? Als de mensen iets leuks met de familie willen doen, waar de kerstvakantie de perfecte gelegenheid voor is, dan moeten ze gewoon naar de heksen. Dan moeten ze die voorstelling, die belevenis gewoon een keer meegemaakt hebben. Hoe het is om 22 mensen op een vloer te zien die alles geven en een prachtig verhaal weten neer te zetten. Mag ik zeggen, als je de heksen begin januari niet gezien hebt, dat je een slecht begin hebt van 2012? Ja. Ja. Ja, dat was oma Martine, een heel gezellig mens. En die dansende groep dames, die zo ook vriendelijk eruit zagen. Nou, vergis u zich daar niet in. Dat zijn dus de heksen. Mocht u dus nog meer informatie willen hebben, kunt u kijken op www.koperen-kees.nl. En wij vinden het een aanrader. Goed. Ons volgende item, iets heel anders. Kent u dit logo? Nou, het heeft bij een hele hoop, ja, nu al wat oudere Huissenaren, laat het zo zeggen, een deel uitgemaakt van hun leven. Het is het logo, het ontwerplogo van Wampie en het is ooit gemaakt door Wijlen Kees Berendsen. Wim Gene is de hele animator van het Wampie-verhaal geweest, 33 jaar. En binnenkort, 17 december, is er een soortement van reunie in de buitenpoort. Ik heb begrepen dat alle kaarten, en dat zijn dan stickers van Wampie, dat die al verkocht zijn. Maar ik zou zeggen, als Huissenaar zijn er wees eigenwijs en ga toch eens kijken. Maar wij reisden af naar Doorwerth en spraken daar met Wim Gene. Bij Wim Gene moesten we toch de brug over. We zitten in Doorwerth. Ja. Wim, in ieder geval fijn dat je even tijd kon maken om, ja, in principe toch over een stuk van jouw leven te praten. Want Wampie is ontsprongen uit jouw brein. Ja. Was Wampie de eerste horecazaak die je nu zat? Nee, het was niet de eerste horecazaak. Why Not was de eerste horecazaak. Dat was tegenover de Zon in de Vierakkerstraat. En het jaar daarvoor ben ik daar voor het eerst met een horecabedrijf begonnen. Ja. Vaders was bakker. Ja. Van waar jouw horeca aspiraties? Ja, dat weet ik niet. Het zal toch in de genen zitten, denk ik. Hè?
Want mijn genen in de genen. Mijn grootvader had ook een horecabedrijf. Hè? Ja. Die had eigenlijk een gemengd bedrijf. Hè? Ja. Met een bakkerij en een kruidenier en een horecabedrijf. Ja. Die Why Not, wat was dat voor een zaak? Why Not, dat was eigenlijk een café voor jongeren. Dat was zondagsmiddags ging dat om 3 uur open, tot 1 uur of 6. Met een jukebox erin. En ja, dat was een eerste schrede, een eerste probeersel op het op horecagebied. En ja, daar stond een jukebox in en dat was feest, dat zat vol. Ik kan me de verhalen herinneren, provo's. Provo's, die heette zo toen de tijd, hè? Ja. Die waren, ik wil niet zeggen dat het het clubhuis was van de provo's, maar er waren er een hele hoop daar. Van mij mag het. Het zou goed kunnen, dat weet ik. Maar wat is de reden geweest dat je daar gestopt bent? Want ja, je had het naar je zin. Het liep zo goed dat ze er niet meer in konden, dus ze bleven op straat staan. En dat vonden burgemeester niet leuk. Dus er kwamen vechtpartijen. En ik herinner me dat ik bij de burgemeester moest komen. En die zei, ja, je kunt hem zelf sluiten als gaan wij hem sluiten. Ja, toen was de keuze snel gemaakt natuurlijk. Ja. Oké, Why Not dicht? En toen? Toen hebben we een hete zomer gehad. En het geld opgemaakt. En toen... maar goed, die ervaring van het hebben van zo'n café, dat wil je weer opnieuw. Ja. En ik ben op zoek gegaan en ik kom bij mijn oom terecht, oom Bernhard Jurissen, bij Onder de Linden. En die heeft daar achter zijn café een grote deel. En ik zeg, kan ik die huren? En dat was goed. Ik geloof voor 60 gulden in de week of zo. En daar werd een jongerencafé getimmerd. Ja, we zijn daar begonnen. Wim Schaaf heeft daar een grote rol in gespeeld. Daar was ik toen dik bevriend mee. En ik weet nog goed, we reden in de Koningsstraat in Arnhem. En daar stond een bar buiten, een café wat net aan het verbouwen was. Nou, die bar mochten we meenemen. Dat was de basis voor Wampi. Ja. En met een paar spaanplaten doe je dan veel. Een beetje banken timmeren. Ja. Jukebox erin. En gaan. Ja. Je noemde de naam al, Wampi. Hoe is die ontstaan? Wampi is een naam van een boek van Aden Dolaert. En ik denk dat mijn zus dat boek net gelezen had toen wij een tekkeltje kregen, een klein hondje. En ja, toen dat hondje, dat werd Wampi genoemd. En toen ik met die discotheek begon, toen kwam iemand op het idee om de discotheek Wampi te noemen. En de tekkel is vereeuwigd in het logo. En de tekkel is vereeuwigd, ja. Ja. Wat voor mensen kwamen er in Wampi? Wat voor mensen? In het begin? Het was uiteindelijk een soort van vriendenclub, hè, die daar in het begin vooral kwam, hè, waar wij mee uitgingen in Nijmegen en Arnhem. Wat voor mensen? Je kon daar bij wijze van spreken met de klompen zo van het land naar binnen lopen. Ja, er was geen kledingvoorschrift. Nee, ja. Nee, iedereen kon binnen. Als je je behoorlijk gedroeg, dan mocht je erin. Ja. Ja. Had je verder een idee wat Wampi zou moeten gaan worden in het begin? Nee, het was ik denk die ontwikkeling zien in die periode. Hè, waarin, zeg maar, je noemde het woord provo's, hippies. Opkwamen waar enorme nieuwe vrijheid ontstond eigenlijk, hè, in de muziek, maar ook in het gedrag van jonge mensen. En in die sfeer is Wampi eigenlijk, heeft Wampi zich ontwikkeld en is zo'n succes geworden. Ja. We kenden rond de kermis en carnaval, kenden we muziek in Huissen. Ja. Jullie waren eigenlijk het eerste café, om het even zo te omschrijven, wat met bands begon. Hoe kreeg je dat van elkaar? Ja, nou, ook dat was een tijdsverschijnsel. Al die bandjes die tevoorschijn kwamen, met name in Den Haag had je heel veel populaire bands. Ik was bevriend met Rijn Muntinga, die was manager van de Moon en de Longtail Ernie en de Shakers. En die verzorgde de bands bij ons. QB and the Blizzards, Herman Brood en vele anderen. Ja. Rory Gallagher uit het buitenland, die toerde door Europa, die hebben we gehad. Ja. Hoe lang heb je Wampi gedraaid zelf? Een jaar of 6, denk ik. Hè? 6, 7 jaar. Ja.
En toen, want ja, Wim Geenen stond in Huissen bekend als iemand die hele grote dingen op wilde gaan zetten. Zelfs nog iets in het boeddhisme of hindoeïsme is er op een gegeven ogenblik aan de beurt geweest. Maar ja. Wat ben je toen gaan doen? Nou, ik had de zaak een jaar of 3 en Jos Brattiga was bedrijfsleider. Die heeft en toen later Frans Schut, mijn zwager. Omdat ik mijn vleugels uitsloeg naar Arnhem. Daar ben ik Wampie Restaurant begonnen, later Wampie Café. Mm-hmm. Dus die expansiedrift en dat creatieve impuls, die heeft er wel altijd ingezeten bij mij. Ja. Je hebt me op een gegeven moment heb je die zaak overgedaan. Heb je op een of andere manier het gevoel dat je aan de basis van een bepaalde cultuur hebt gestaan? Nou, dat vind ik erg veel gezegd. Maar in ieder geval onderdeel van een cultuur. Ik denk dat dat beter is. Het was een complete nieuwe stroming. Qua muziek, qua gedrag, qua houding. En Wampie en ik zelf en vele anderen met mij zijn er onderdeel van geweest. Ja. Zijn zeg maar... We zijn inmiddels allemaal een paar jaar ouder geworden. Ja. En ja... We gaan er ook vanuit een hele hoop wijzer. Maar zou je het hele Wampie gebeuren nog een keer overnieuw doen? Als je weer op die leeftijd zou komen? Ja, absoluut. Zeker, zeker. Ja, dus dit is een mooiste leven wat je denken kunt natuurlijk. Hè? Dus, je leven staat in het kader van vermaken en vermaakt worden. Geld wat je ermee verdient is natuurlijk zeker op die leeftijd... was dat heel veel. En alle andere prettige zaken die dan daaruit voortkomen. Ja. Het was een schot in de roos. Ja, zeker. Op dat moment was het eigenlijk een hele normale, of wat heet, normale ontwikkeling voor mijzelf. Achteraf gezien zeg je ja, dat was raar geschoten, absoluut. Ja, wat een idee niet teweeg kan brengen. Ik denk dat een hele hoop mensen... van u die momenteel zit te kijken van, oh, frek, ziet hij er nou zo uit? U hoorde het van Wim Geenen. Op een gegeven moment heeft hij Wampie verkocht. En wel aan Harry Jurissen. Nou, Harry, dat was niet lang zoeken, want die is in Huissen actief in de autobranche. Dus we belden hem op en we spraken met hem op historische grond. Harry Jurissen, een historische plek. Hier stond ooit het beroemde, beruchte... Net zo je het noemen wil. Wat was het eigenlijk? Discotheek? Nee, het was geen discotheek. Het was eigenlijk een oud bruin café, ja. Maar eigenlijk met een damvloer. Ja. Het was allemaal eigenlijk onrommel, laat ik het zo zeggen. Ja. Alles was zwart. Alles een beetje oranje. Oranje luifel zat erin en zo. Later hebben we dus een spuitcabine erin gezet, of een vrachtwagencabine erin gezet. Hebben we ook oranje gespoten. Ja. En zo ging het. Maar waarom oranje? Want ik bedoel, ik had hier een prachtige oude BMW staan. Die is ook al oranje. Ja, dat waren eigenlijk de wampiekleuren van vroeger. Het was eigenlijk oranje en zwart. Ja. Eigenlijk de wampiekleuren. Ja. Ooit begonnen met Wim Geenen. Wanneer heb jij hem overgenomen? Ik heb in 1974 van Wim Geenen overgenomen. En omdat je vaste klant was? Nee, eigenlijk niet. Ik kwam hier eigenlijk niet veel. Af en toe met bands. Ja. En anders helemaal niet. Ja. Wat voor mensen kwamen er nou eigenlijk in Wampie? Ik kwam een beetje artistiekelingen, zeg maar zeggen. Ja. Een beetje ander volk als discogang, zal ik het zo zeggen. Je had in die periode had je de carousel, dus het was een tegenhanger voor de carousel dan? Ja, dat zeker weten, ja. Ja. Als je nou Wampie binnenkwam, waar liep je dan tegenaan? Wat zag je dan? Dan zag je gewoon een erg bruin café, met allemaal kleine lampjes en zo. Ja. Dan moet je door een gedein heen, naar achter toe. Links zou je dan de wc's zitten. Achter je dan een dampvloer. Het gaat je nog steeds aan het hart, hè? Dat de zaak weg is. Want hoe lang heb je erin gezeten? 20 jaar. En op een gegeven ogenblik dan krijg je berichten van woningbouw in de Bloemstraat. En moest het café daarom weg? Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb toen verkocht aan mijn broer in 1994. Je jongere broer? Nee, mijn oudere broer. Oudere broer? Ja, met zijn zonen. Ja? En die hebben toen verder opgestart. Dat is de Jurissen die de toelast gehad heeft dan? Ja, inderdaad, ja. Oké, ja. Dan weten de mensen ook even wie dat ze daar weer voor het geest moet houden. Wat voor een soort muziek werd er gedraaid in Wampie? Een beetje oude rockmuziek, zou ik maar zeggen. Ja. Geen disco muziek.
allemaal een beetje ruige muziek, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Maar het publiek, je zei net al, een beetje excentriek, een beetje artistiek. Ja. Dat ligt dan toch heel rustig publiek te zien geweest. Ja, omdat ik het ook heel wild zijn. Ja? Ja, toch? Ja. Ik deed wel eens geen jointje roken en zo, en noem maar op, dan maakt het me helemaal niks uit. Ja. Dat hoort er gewoon bij van die tijd, laat ik het zo zeggen. Op de oude foto's kunnen we zelfs nog Sinterklaas en die iets van een DNA nog zien. Dat zou goed kunnen, ja. Ja? Ja. Hadden jullie speciale activiteiten binnen het café? Nou, we hebben wel eens Sinterklaasavond en zo. Ja? En we deden wel eens met personeel leuke avondjes geven. Ja. En wel eens bands die hier optraden en zo. Dan waren jullie eigenlijk een van de eerste cafés voor jongeren die met bands begonnen. Dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Ja. Deed je dat allemaal zelf of had je daar een managementbureau voor? Nee, dat deed ik allemaal zelf eigenlijk. Ja. Was je was dus schijnbaar dus een liefhebber van bandmuziek? Dat wel, ja. Ik hield van, de Bintangs en zo, en van Het en zo, en Herman Brood. Ja? En zulke muziek allemaal, dat vond ik hartstikke mooi. Wat zijn nou al zo de beroemde, bekende bands die je deze kant op hebt gehad? Lonkel Urn, die had hier bij ons gespeeld. En Herman Brood, Turbo en Flevium. Ja? Toen hebben we nog verder gehad de Fortunes van vroeger uit Engeland, die oude garde. Die zijn ook nog geweest. En nog verschillende bands uit Bulgarije en zo. Ja. Ging dat toen makkelijk om zo'n internationale band deze kant op te krijgen? Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, toch wel, ja. Ja? Toen viel de prijs ook nog wel mee, als tegenwoordig. Ja? Ja. Wat betaalde je dan voor zo'n band? Kun je dat nog herinneren? Als dat Fortunes betaalde in de tijd voor 4000 gulden. Dus voor zo'n band valt eigenlijk wel mee. Ja. Ja? Ja, want in feite een band van wereldfaam, hè? Ja, sowieso. En het potje bij jou, wat kostte dat? Kostte maar 1 gulden. Ja, hoe is het mogelijk, hè? Ja, en hij nou dat hij nou voor 1 euro nog niet wegkomt. Nee, dat heb ik goed gezien, nee. Ja. Hey, jullie hebben een hele poos school gehad. Dat klopt, ja. Ja. Er stond 1 foto bij en op zondagsmaas had hij het kop in. Was dat nou wel, hè? Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen met dat bier. Het bier was heel goed te tappen, laat ik het zo zeggen. Want Wim Geenen zat eigenlijk aan het contract vast. Ik kon er niet vanaf komen, zodoende. Ja. En later ben ik dus overgegaan op Heineken, omdat ik van het contract af was. Ja. Toen was je als het ware vrij man, snap je? Dan kun je zelf doen wat je wil. Ja. Ja. Hoeveel dagen in de week waren jullie open? 3 dagen. Vrijdag, zaterdag, ook wel eens zondagsmiddags en dan zondagsavonds. Ja. Ja. En had je s'avonds ook nog met sluitingstijden te maken? Nou, we deden meestal ik had vergunning tot 3 uur, zou ik maar zeggen. En een uur of 2 deden we meestal de tent dicht. Ja. Maar dan was hij nog niet leeg. Nee, hij goed bekeken. Ik kan me nog heel vaag herinneren dat er een grote achterdeur was. En er kwam over het algemeen alleen maar volk uit. Maar dan begon het toch al licht te worden. Ja, dat zou wel goed kunnen. Ja. Ja. Ja, we deden altijd een beetje doordraaien als het gezellig was. Ja. Als de grootste meute was dan weg, weet je wel. Dan bleef maar een beetje bekend zitten nog. Dat was altijd wel gezellig. Ja. En die gezelligheid kwam dat doordat het alleen Huissense mensen waren? Of kwamen er ook mensen van buiten Huissen? Nee, ik kwam ook Angersen en Bammel. Uit het zuid kwamen ook veel Gent, Doornenburg. Alleen zijn uit de Betuwe allemaal mensen. Nou is er de 17e december is er een soort van reunieavond in de Buitenpoort. Ja. Gaat Harry er ook heen? Ja, denk ik wel. Dan gaan we kijken. Zeker weer, dat ik erbij ben. Ja? Ja. Want ik denk dat je nog een hele hoop oude, maar dan toen jonge gezichten van toen terugzie. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja? Ja, ja, ja. Wat was jouw mooiste jaar in Wampie? Het mooiste jaar was van, even kijken, vanaf 74 tot 88, zeg maar. Ja? De oude tijd. Ja? En wat was er zo specifiek aan dan? Nooit geen rotzooi of trammeland, zo is het toch. Ja? Alles rustig. Toen later is dat dus overgegaan naar disco, is het allemaal heel anders geworden weer. Ja, alsof je een heel ander slag publiek binnenkrijgt. Ja. Is het niet meer zin van Wampie in Huissen, is dat een gemis? Zeker weten, ja. Dat is heel jammer. Als er morgen een ruimte zou komen en je zou alles voor elkaar kunnen krijgen, zou je dan weer met een Wampie beginnen? Ik denk het wel, dat ik mee zou beginnen, Wim. Ja. Ja, u zag het, hè? Harry die denkt nog steeds met weemoed terug aan zijn Wampie-periode. Hij had het ook al over niet zo gangbare muziek, een beetje alternatieve muziek. Ja, en degenen die daar onder andere ook verantwoordelijk voor waren, dat waren de discjockeys. Er zijn er een heel stel geweest, maar via kwamen we in contact met Theo Rutjes. En ook met hem spraken we op het kruispunt Struifstraat-Bloemstraat. Toch mag ik wel zeggen een beetje woelige plaats ook voor jou, hè? Want hoe ben jij in aanraking gekomen met Wampie? Ja, Wim, er is zeker bijna historische grond, hè? Wampie Club in de Struifstraat hier. Van 66 tot 99 is hij 33 jaar in de lucht geweest en ik heb zelf
Van 70 tot 74 heb ik als disjockey gewerkt. Samen met Wim Pauw, die ook al op de site staat. Die woont inmiddels in Canada, waren wij de disjockeys. Samen met barpersoneel en elk weekend, elke avond volle bak, zaterdag en zondag. Was jij alleen maar disjockey of kwam je er voor die tijd ook gewoon als bezoeker? Eindelijk was ik al heel snel disjockey, want toen was ik nog relatief jong, 16 jaar. Maar op de avonden dat ik niet hoefde te werken, kwam ik als bezoeker. Want het was altijd gezellig, biertje drinken. En de mooiste meiden uit Huissen kwamen er natuurlijk. Hè. Waarom ging je niet naar de carousel? Carousel was er nog niet. Dat was 70 tot 74. De carousel is eind jaren 70 gekomen, jaren 80. Ik heb er overigens ook nog een jaar gewerkt als disjockey. Ja. Dus die is eigenlijk na mijn periode gekomen. Dus zeg maar uit de tijd van Jos Jurissen en Appie de Burg, de andere disjockeys. Ja. Toen was de carousel er wel, zeg maar. Ja. Maar in mijn tijd had je Al Toro had je van het zand. Ja, klopt. Ja. Klopt. Op Nijen Diep. Ja. Wat was het verschil tussen deze twee gelegenheden? Nou, Al Toro was voornamelijk voor de Zandse jongens en meiden natuurlijk. Hè. Dan had je nog een beetje jonge kracht HVV. Ja. Wampie voor Huissen. En ja, het verschil was wel, in Wampie draaiden we toch meer ja, alternatieve muziek. Dus stevige rock, blues. We hadden regelmatig op vrijdagavond bandjes. Hè. Dus QB and the Blizzards was er regelmatig. Living Blues, Brainbox. Dat waren bands die bij ons optraden. En bij Al Toro had je eigenlijk alleen maar een discotheekje. Met wat ja, middle of the road muziek, zeg maar, noem ik het maar. Dus ja, als je wat alternatiever was, moest je een Wampie zijn. Ja. Als je naar Wampie toe ging, werd je dan snel opgenomen door het aanwezige publiek? Ja, het was een hele open club wat dat betreft. Want nu ook met de kaartjes verkopen voor het feest van volgende week. Uitverkocht, hè, 650 man. En de Wampie kon er zo'n 350, dan zat hij ook helemaal vol, maar die waren er ook meestal. En het leuke was, dat waren niet alleen jongelui uit Huissen, maar dat waren met name ook, en dat zie je nu ook op de site, de meisjes uit Elden, die zeggen, kunnen we geen kaartjes krijgen? Wij kwamen altijd in Wampie, uit Gent, uit Angeren, ze kwamen echt uit de hele omgeving hier naartoe. En dat was toch, iedereen kende elkaar, dat was een hele, hele leuk gezellig sfeertje. Ja. Wampie heeft op een gegeven ogenblik heel lang het donker kroeg, discotheek, image gehad. Ja. En ene keer ging op een gegeven ogenblik het roer radicaal om. Het ja. werd verbouwd tot een, ja, voor die tijd toch behoorlijk moderne discotheek. Wat gebeurde er toen met het publiek wat er ja, zeg maar in de oude sfeer was? Ja, dat is wel een behoorlijke verandering geweest. Dat was halverwege de jaren 80. Want ik heb zelf eind jaren 80 ook nog een keer een jaar gewerkt. Samen met Hans Mink, Sminky Kinky. Ja. En nou, dat was Harry de Bok. Harry heeft het toen helemaal, en dat was ook nodig, want het was echt helemaal verouderd. En hij heeft het toen helemaal opnieuw verbouwd. En toen was het echt een mooie, moderne, lichte discotheek. En die trok ook een veel breder publiek aan. Dus zeg maar, de muziek was natuurlijk ook in de jaren 80 al wat veranderd. Meer pop en dergelijke. Dus de oude rock en zeg maar de oude bezoekers, dat is toen wel zo'n beetje geëindigd. En toen ze eigenlijk weer een hele nieuwe groep jongeren aangetrokken door Wampie. Dus dat was een hele goede zet van Harry. Toen kreeg je op een gegeven ogenblik de onheilspellende berichtgeving. Er wordt gebouwd aan de Struifstraat. Wat ja. toen? Ja, ja, ja. Dat is jeugdsentiment. Hè? Dan gaat er toch echt wat weg. 33 jaar. Dus hier op deze plek. We hebben nog gezien dat, zeg maar, dat Van Dale Hegeman kwam met de grote machines om hem af te breken. Dus dat was het einde van een tijdperk. En ik weet nog dat in 1999, het laatste jaar, hebben we een afscheidsweek gehad. Even Harry toen georganiseerd. En toen zijn er een hele hoop, ook met een reunie erbij. Wim Pauw, mijn collega disjockey uit die tijd, is uit Canada gekomen. Hebben samen nog gedraaid. Al het oude barpersoneel was er. Alles, de hele Volkswagen Stichting was er nog uit die tijd. Dus van het begin tot en met het einde is toen eindelijk een week lang, hadden we een tent hierbij gezet. Is toen hier geweest om het afscheid te vieren. En daarna is de beuk erin gegaan en staan er nu deze huizen. Dus ja, voor ons is het toch wel echt een heel stuk sentiment ook echt verdwenen. Wampie was een manier van leven? Ja, kun je wel zeggen. Het was echt een, je leefde daar de hele week naartoe. Door de week was het hard leren of werken. En dan het weekend was het echt gewoon helemaal losgaan, zeg maar, in de Wampie. Dak eraf. De muziek stond keihard. Je kwam thuis met natuurlijk tutende oren.
En ja, ik bedoel, kijk alleen naar het aantal relaties wat daar is ontstaan. Ja. Het was echt de ontmoetingsplaats in Huissen. En later had je inderdaad de Carousel natuurlijk als grote club. Maar Wampie is voor een hele hoop jeugdmensen toch de basis geweest van het stappen, ja. Zeg maar. Nou is er de laatste tijd hier binnen de gemeente Lingewaard sprake geweest van een grote discotheek. Gochhal, weet ik het wat er allemaal bij kwam. Zo'n tent als Wampie. Is dat een gemis momenteel? Ja, dat hebben we toen ook bij het afscheid gezegd. Heb ik nu een interview in de Gelderlander gegeven van Paul Jurissen is een poos bezig geweest, de eigenaar van Ozzy's, om een discotheek te beginnen op het industrieterrein. De laatste jaren is er weer sprake van, maar dan in combinatie met andere dingen, want alleen een discotheek kun je niet van draaien. Nou, de Gokhal is een bekende discussie geweest natuurlijk. Het is gewoon heel jammer dat de hele jeugd uit Huissen naar Arnhem moet, naar de Korenmarkt, om daar eindelijk naar een discotheek te kunnen. Je kunt hier wel naar een café, maar ja, op zaterdag je wil dansen, je wil toch even gewoon ook van kroegje naar kroegje. En ja, dat was het leuke van Wampie, dicht bij huis, heel vertrouwd. Dus het is echt een gemis en dat hoor je altijd nog ook aan de jeugd nu, dat er in Huissen wat dat betreft niks meer is. Maar ik denk dat het toch moeilijk zou zijn om het niet met andere dingen te combineren, dat het levensvatbaar kan zijn. Ja. Dus je moet het wel combineren. En het mooiste zou zijn als er toch een paar ondernemers zijn die zoiets willen opzetten op het industrieterrein. Want ja, dan kun je prima werken. Volgende week zaterdag gaat het Wampiedak bij de buitenpoort eraf. Ja, Benno Arends, alle hulde, die heeft het initiatief ondernomen. En we hebben 650 kaartjes. Ik was vorige week bij Van Eimeren, die waren vorige week al verkocht. Dus 2 weken van tevoren al uitverkocht. Het leuke is, we draaien met 4 oude discjockeys. Albert is er natuurlijk bij, Jos Jurissen, Kinky Sminky. Even kijken, wie hadden we nog meer? En ik zelf natuurlijk. En Van Hubus is er ook bij, Lex Hubus is er ook bij. Dus de disjockeys draaien allemaal een stuk van de Wampie Top 50. Want we draaien allemaal oude nummers, daar hebben de mensen op kunnen stemmen op de website. En er is ook een bandje, dus je kunt ook gezellig swingen nog even op de muziek. 650 man bij de buitenpoort deze keer, maar ook een gezellige feestzaal. Dus daar gaan we nog even een ouderwets avondje uit van maken. Ja, u hoorde het van Theo Rutjes. 17 december, 650 kaarten verkocht. Laten we hopen dat er eentje ziek is, want dan kunnen u misschien nog naar binnen. Maar het wordt in ieder geval een knalfeest. De oplettende kijker zal het misschien gezien hebben. Dit roze wielershirt. Nou, het is het shirt van Joep Zoetemelk. En wat we daarmee gaan doen, dat vertel ik u straks. Want we gaan nu eerst kijken naar adverteerders, sponsoren. En mocht u ons op een of andere manier als Huissen TV willen sponsoren, kan dat dus door middel van Tientjes Vriend. U kunt dan een e-mailtje sturen naar redactie@huissen.tv of u belt naar 026-325-7916. En wij kunnen dan ook lekker door. Maar u gaat kijken naar de boodschappen. Alles onder één dak bij Janssen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Janssen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust. Want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Janssen Sound & Light. 0841-425-335. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand. Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag. Van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. We'll be right back.
Nederland heeft steeds meer orgaandonoren. Hoe is het eigenlijk met de donorstand van Hensbroek? Ja. Heel Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Verhoog jij de donorstand van jouw woonplaats? Word donor en bekijk meteen de stand op jaofnee.nl. Je hebt het misschien zelf niet in de gaten, maar eigenlijk beweeg je iedere dag. De een iets beter dan de ander. En als je net wat langer doorgaat, ben je met weinig moeite helemaal goed bezig. Want meer dan 30 minuten bewegen per dag is voor iedereen gezond. Wil je zeker weten of jij wel aan je dagelijkse dosis 30 komt? Kijk dan op 30minutenbewegen.nl. Ja, dat waren onze boodschappen voor vandaag. Het lage water begint langzaamaan alweer terug te komen op de normale stand. De buien van de afgelopen weken. En dat heeft het voordeel dat natuurlijk de schepen weer langzaamaan op volle lading kunnen. En dat ze niet meer als eendjes achter elkaar hoeven te varen. Het lage water was voor meneer Van Iersel toch weer een mooi onderwerp om eens met de camera naar buiten te gaan. In het voorjaar was de rivier zo hoog dat je de pont alleen met een amfibie kon bereiken. Maar nu is die laag, erg laag. Zo laag is die in geen jaren geweest. Doorgaans zie je maar de helft van de kribben, maar nu zie je hoe ze onder water eruit zien. Bij laag water kan de pont doorgaans wel varen. Vroeger, toen er geen stuwen waren, ging dat niet. Zo ziet de veerstoep, die doorgaans onder water staat, er aan het einde uit. Voor ons, aan deze kant, is het makkelijk aan te leggen. Alleen voor de automobielen is het niet zo gemakkelijk eruit te rijden. Het is namelijk nogal steil. De pont oprijden gaat natuurlijk een stuk makkelijker. Maar je moet wel opletten aan de andere kant dat je door de snelheid er niet afrijdt. Ook zijn er fietsers die meegaan. De ene stapt af en de ander is een waaghals. Die kan het wel zo. Dit panorama is een mooi overzicht van hoe het slootje, de Rijn, er nu uitziet. Dit is een krib in levende lijven. Groot, hè? Hier kun je zien hoe ver het water gezakt is. We gaan verder stroomopwaarts richting de pont van Doornenburg. Ligt ook bijna droog, maar kan toch varen. We gaan verder naar de kop van Panderde. Zo was het in het voorjaar. En zo is het nu. De schepen varen vlak langs elkaar. Haast geen plaats. Aan de eik, dat dalletje bezijen op het schip, kun je zien dat hij maar half geladen is. Stroomafwaarts de Waal komen we bij de haven van Nijmegen, de stadshaven. Helemaal droog. Daar is geen in- en uitkomen meer aan. De schepen moeten blijven liggen. Nou zijn dat gelukkig niet allemaal schepen waar ze de kost mee moeten verdienen. Een enkeling, die ligt daar en kan niet meer weg. Ook hier rotzooi te over. Scheuren in de klei. Als een boer dat had, was hij erg verdrietig. De scheepvaart op de Waal is, zoals u ziet, half geladen. Dit gemaal, het Hollands-Duits gemaal, voert normaliter water af naar de Waal. Niks, geen water af te voeren. Nergens water te bekennen. Nou ja, een klein slootje. Daar doen we het dan maar mee.
Zo, degene die het niet weet hoe dat het nu met het laag water in elkaar zit. Meneer Van Iersel heeft het allemaal weer verteld voor vandaag. Heeft u er ook last van? Nou, bij ons wel. Hele pakken met folders en flyers over telefoon, internet, televisie. Zoveel upstream, zoveel downstream. Weet ik het allemaal wat voor een kreten dat ze erop staat. De pakketje A, pakketje B. Wij dachten op een gegeven moment van, stop de kabel nou in Huissen of hoe zit het? Want ja, het waren allemaal namen van bedrijven die eigenlijk in Huissen helemaal niet opereerden. Dus wij dachten, even naar Regio Kabel en eens een babbeltje maken met de directeur, de heer Robert Bakker. Meneer Bakker, we staan momenteel gelukkig even, tenminste voor ons, in een lege winkel. Maar het loopt storm momenteel, want er is van alles gaande op het gebied van televisie, internet, telefoneren en noem maar op. Hoe zit het eigenlijk met glasvezel in Huissen? Want daar is momenteel aardig wat over te doen. Ja, met glasvezel is het zo dat er een partij Regenfiber op dit moment in Huissen een vraagbundelingsactie is gestart. Om mensen uit te nodigen om zich in te schrijven voor een glasvezelaansluiting. Om daarover dienst af te kunnen gaan nemen. En is dat nodig? Ja, op zich vind ik het een goed initiatief. Want het is altijd goed als er voor mensen iets te kiezen valt. Is het nodig? Dat is een ander verhaal. Want wij met Regio Kabel beschikken nu ook over een glasvezelnetwerk. En dat is een netwerk eigenlijk dat vanaf het kopstation tot aan bijna aan de voordeur van de abonnees is het glasvezel. Alleen het laatste stukje, van bijna de voordeur tot in de meterkast van de mensen, is het nog een coaxkabeltje. Nou, is coax is iets van, zeg maar, jaren terug. Glasvezel is een toch al wat nieuwer fenomeen wat gebruikt gaat worden. Wat is nou eigenlijk precies het verschil tussen die twee? Nou, het verschil is het medium. Het ene is koper en het andere is glas. Waar het ons om gaat, is om de diensten die er overheen kunnen lopen. En op dit moment hebben wij een pakket aan diensten waarbij bijvoorbeeld de internetsnelheid al tot 120 megabit gaat. En dat bewijst wat ons betreft ook de capaciteit van het kabelnet. Want 120 megabit is ook nog maar het begin, want in de toekomst zullen die snelheden alleen maar toe gaan nemen. En als ik dat vergelijk met het huidige glasvezelaanbod van andere partijen, dan zie ik dat die snelheden tot 100 megabit gaan. Dus wat dat betreft bewijst het kabelnetwerk zich ook. Ja. Dus het is in feite niet de verpakking, maar wat er in de verpakking zit. Exact. Het gaat om de diensten die onze abonnees ter beschikking krijgen. Ik vergelijk het wel eens met de waterleiding. Denk, als ik een waterleiding heb, dan maakt het me niet zoveel uit of die waterleiding van koper of van messing of van kunststof is. Het gaat erom dat er water uit de kraan komt. En dat is bij ons ook het allerbelangrijkste. Het gaat om de diensten die de abonnees ter beschikking kunnen krijgen. En onlangs hebben wij een dienst aangeboden. Met de kabel is alles drie keer beter dienst. Waarbij de mensen telefonie en internet en televisie krijgen. En daarbij ook een HD-kanaal krijgen, high definition televisie, voor €45 per maand. En zonder eenmalige kosten. Dus alle hardware, modem, decoder krijgen de mensen daarbij gratis. Ja. Als je nu kijkt, glasvezel, coaxkabel, want dat ligt er dan in feite. Is glasvezel duurder? Nee, glasvezel is niet duurder. Ons netwerk ligt al in de grond. En dat netwerk is, dat hebben wij eigenlijk als nieuw gehouden in de afgelopen jaren. Daar hebben we behoorlijk in geïnvesteerd. En dat netwerk is een glasvezelnetwerk, tot bijna aan de voordeur. Dus in die zin is het beter. Ja, waar nodig, waar glasvezel nodig is, hebben we al glasvezel ingezet. Het stukje tot aan de woning is nu nog coax. En zodra dat nodig is dat er glas wordt, omdat zeg maar, de diensten nog meer vereisen, dan zullen wij er ook glas van maken. Ja. Zou ik bij Regio Kabel, ja, eigenlijk heeft u de verandering al beantwoord, gebruik kunnen maken van glasvezel? De mensen die bij ons abonnement hebben, maken daarmee al gebruik van glasvezel. De mensen hebben dat ook kunnen zien in het aanbod. Afgelopen jaar hebben we HD-televisie ontwikkeld. We hebben de digitale kanalen uitgebreid. Ons digitale zenderaanbod hebben we uitgebreid. En ook in 2012 gaan we daarmee door. Wij zullen meer kanalen aanbieden. We zullen meer high-definition kanalen aanbieden. En we zullen de snelheden van ons pakket zullen wij aan blijven passen. En daarmee blijven wij voorop lopen met de dienstverlening. En durven wij de concurrentie aan. Ja. Hoe is het mogelijk dat zo'n in principe klein netwerk zo goed kan concurreren met grote? Ik denk dat het komt omdat wij een Huissense onderneming zijn.
We zijn voor en door de Huissenaren, zou je kunnen zeggen. We hebben een netwerk, we hebben alle zeg maar, de middelen die wij verwerven, hebben wij weer teruggeïnvesteerd in het netwerk. En daarmee kunnen wij ervoor zorgen dat de prijs-kwaliteitverhouding van onze diensten gewoon optimaal is. Ja. 2012, nog 3 weken. Wat kan de consument in 2012 van RegioKabel verwachten? Nou, in 2012 zullen wij gewoon de concurrentie aankunnen. Wij zullen aantrekkelijke diensten blijven aanbieden aan onze abonnees. Onlangs hebben wij dus een je bent 3 keer beter af met de kabelabonnement ontwikkeld. En als het goed is hebben alle mensen daar zeg maar, een aanbieding in de bus ontvangen. Met het abonnement heb je eigenlijk voor €45 per maand heb je de beste dienstverlening. Heb je 30 megabit internet. Heb je telefonie waarmee je veel goedkoper belt dan je gewend bent bij KPN. En heb je een uitstekend televisieaanbod. Een vraag die misschien wat moeilijker is en die je misschien niet zo direct verwacht. Service is bij de klant tegenwoordig, de consument, een heel groot woord. Hoe zit het met de service in geval van storingen en dergelijke in 2012? Nou, de service voor ons is bijzonder belangrijk. Dat staat bij ons voorop. We zijn natuurlijk we zijn een Huissense onderneming. We hebben onze winkel in de Langestraat. De mensen kunnen bij ons zo binnenlopen en als ze een probleem hebben, dan worden ze erbij geholpen. Het is ook zo met de pakketten die wij bieden. Als mensen een pakket bij ons bestellen, dan mogen ze het zelf installeren. Maar ze krijgen er ook gratis een monteur bij. Dus het wordt bij de mensen aangesloten, de kanalen worden ingeregeld en de mensen hoeven daar eigenlijk niks voor te doen. En pas als wij weggaan, wij gaan pas weg als alles werkt. Bij storing is het zo dat wij in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn. Tijdens kantoortijden is onze winkel gewoon geopend, maar ook buiten kantoortijden. Dan hebben wij een storingsdienst. Als mensen een probleem hebben, dan kunnen zij ons nummer bellen en dan wordt het opgenomen en wordt de storing opgevolgd. Ja, we hopen dat u wat meer duidelijkheid heeft gekregen, in ieder geval wat de Huissense kabel aangaat. Ik zei het straks alleen maar inleiding. Gisteravond, Huissen bij Kaarslicht, bar en bar koud. En een hele mooie, heldere lucht, dus met heel veel sterren aan de hemel. Ik weet niet of u omhoog gekeken heeft, ik eventjes wel. Want ja, ik vond het toch prachtig, hè? Want de sterren stralen boven Huissen. En dan moet je toch even meepakken. Maar je kunt ook op een hele andere manier naar sterren kijken. Maar dan is het wel makkelijk als je een beetje weet hoe je kijken moet en wat je er dan mee moet doen met datgene wat je ziet. Ingewikkeld? Nou, ik heb iemand naast me zitten, die weet er alles van. Wim Muizenbelt. Goedemiddag, van harte welkom. Ja, goedemiddag. Vanwaar de fascinatie voor het kijken naar sterren? Ja, dat is eigenlijk al in mijn jeugd ontstaan. Bij mijn aardrijkskundeleraar, die liet op een gegeven moment ook iets vallen over sterren. En toen vroegen wij hem, van kunnen u niet eens een keer iets over sterren vertellen? En toen heeft hij ons extra een aantal lessen sterrenkunde gegeven. En dat is het begin van mijn sterrenkunde hobby geweest. Maar dan als jongen van 15, 16? Dat zal het toen geweest zijn, zoiets, ja. Ja, en ja. Dan al echt geïnteresseerd in ja, de sterren? Ja, inderdaad. Had u ja. Op dat moment een meisje aan de arm of zo? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Nee, daar ben ik pas later aan begonnen. Oké, okay. Ja. Die les dan op school over sterrenkunde? Ja. En hoe is het verder gegaan dan? Ja, het begint toch eigenlijk met wat u zei, hè? Van je kijkt naar de sterrenhemel en je ziet daar dus mooie flonkerende sterren, zeker als het een beetje donker is. Je ziet er ook nog een paar uitspringen, zoals de planeten Jupiter en Venus. En gisteravond moest je helemaal niet zo ver omhoog kijken, je moest juist vlak boven de horizon kijken. En daar zag je dus de half verduisterde maan, om een uur of 5. Het was toevallig in het tv-journaal op de NOS, maar ze hebben er niets over gezegd, want het was daar heel mooi in beeld. Ja. En ik heb gisteren ook mooie foto's van kunnen maken. Ja. Als je dan omhoog kijkt, nou, zie je dan alleen sterren? Nee, je ziet dus, zoals gezegd, de maan, als die er is. Je ziet sterren en je ziet planeten. En veel mensen weten niet het verschil tussen een ster en een planeet. Maar er is een gigantisch verschil tussen. Want een ster is een ding wat ontzettend heet en groot is. En ontzettend veel licht en energie uitzendt. En de zon is ook een ster. En als de zon niet zou schijnen, dan zou de aarde maar een donkere bal zijn. En buitengewoon koud, 273 graden onder nul.
dankzij het feit dat er een zon is en ons dagelijkse energie geeft, kunnen we hier op aarde bestaan. En er is nog iets. Je kunt ook zeggen van, nou, de zon is dus nuttig voor de aarde. Maar hoe zit het met die sterren veel verderop? Ja, ik bedoel, want daar komen we nooit. Daar komen we nooit. Tenminste, nee. Laten we nooit nooit zeggen, want nee. We zouden ook nooit op de maan komen. Nee, dat lukt nog wel. Ja, is het gelukt om op de maan te komen. Het is de vraag of we op Mars kunnen komen. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Die sterren die heel ver weg staan, die zijn toch van groot belang voor ons. Want wij bestaan uit sterrenstof. En dan moet ik even zeggen wat ik daarmee bedoel. Wij of de aarde? Allebei. Die glazen bol hier, die kaarsen, mijn bril, dat horloge van u. En wij zelf ook. Wij bestaan uit sterrenstof. Want in het begin van het heelal, 10 miljard jaar geleden, was er alleen maar waterstof en helium. Twee elementen. En die elementen waaruit wij bestaan, zuurstof, koolstof, stikstof, fosfor en ook de metalen van het horloge, het glas, silicium, dat is gevormd in de sterren. Dan ga ik toch in één keer heel anders naar mijn vrouw kijken dan. Ja, ja. Dus wij kunnen niet bestaan zonder die sterren. Dat hele heelal is van wezenlijk belang voor ons. Dat is dus miljarden jaren geleden zijn die elementen gevormd in die sterren. En bij een soortement verbrandingsproces, waarbij die waterstofkernen fuseerden eerst tot helium en vervolgens tot zwaardere kernen. En daar ontleent een ster ook zijn energie aan. Ja. En dat is dezelfde energie van de waterstofbom. Ja. Maar als je dan op een gegeven moment daar naar boven toe kijkt, wat zie je dan? Ja, je ziet allemaal sterren. Ja. De een dichtbij, de ander ver weg. Ja. Lees je daar iets uit? Of ja. Ja, nu. Wat moet ik ermee? Wat moet je ermee? Ja. Ja. Kijk, in Nederland is het vaak een beetje nogal veel licht. Ja. En dan zie je de sterren niet zo erg goed. Maar ik heb ooit een keer op een berg gestaan en er zijn ook mensen die op vakantie gaan en dan komen ze een hele donkere oren. En als je dan naar de sterrenhemel kijkt, dan weet je niet wat je ziet. Dan zie je dus de sterren flonkeren aan de hemel. Je ziet ook een lichte band zo over de sterren. En dat is dan de Melkweg. Dat zijn de sterren die het meest dichtbij staan. Maar er zijn ook sterren die nog veel en veel verder weg staan. En, maar goed, die sterren die staan ook in bepaalde patronen, de zogenaamde sterrenbeelden. Ja, dat ken ik. Ik ben dus nog vergeten te zeggen van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde in Arnhem. En wij geven dus een cursus binnenkort hier in Huissen, in de Brink in Huissen. Ja. En daar zoeken we eigenlijk nog mensen die geïnteresseerd zijn in de sterren en de planeten en wat daar eigenlijk van te leren valt. Ja, want ik heb begrepen, er zijn al wat mensen die zich opgegeven hebben, maar u heeft nog plaats. Ja, en om de hele cursus wat meer tot zijn rechten te laten komen, moeten die paar mensen er eigenlijk nog bij komen. Ja, dat is ook een kwestie van economie natuurlijk. Ja. Want die sterrencursus die kost het een en ander. En dan moet je dus toch wel een minimum aantal cursisten hebben om hem door te kunnen laten gaan. Daar zitten we nu zo ongeveer bijna aan toe. Ja, maar als ik nou aan die cursus mee wil doen, wat moet ik dan meebrengen buiten interesse natuurlijk? Ja, eigenlijk helemaal niets. U moet wel geïnteresseerd zijn. Ja. Hoewel, misschien kan het ook wel zo zijn dat u geïnteresseerd raakt door wat wij vertellen. Ja. En dat staat bijvoorbeeld, u krijgt bijvoorbeeld dit boek erbij. Kijk op de kosmos. Ja, ze hebben hem. Ja. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. U krijgt de planisfeer erbij. En dat planisfeer? Een planisfeer. Nou, dan moet u me toch eerst vertellen. Ja, u kunt wel zeggen planisfeer, maar ik zie een hele hoop cirkeltjes en lettertjes en cijfertjes, maar wat doe ik ermee? Ja. U ziet hier de sterrenhemel afgebeeld, zoals die dus op een bepaald moment is. Dat kun je dus door het draaien aan het ding, kun je hem dus op een ander tijdstip instellen. En dan zie je dus op een gegeven moment hoe de sterrenhemel op verandert. Op dat moment? Op dat moment, want de sterren draaien constant. Ja, ja. Dus van uur tot uur wordt het anders, maar ook van maand tot maand wordt het anders. Okay. En op het ogenblik staat toevallig voor het sterrenbeeld Orion. Dat is heel mooi te zien aan de hemel. Dat is het wintersterrenbeeld.
Hier staat bijvoorbeeld de meest heldere ster, Sirius. Er is geen ster helderder dan Sirius. Ik wou eigenlijk zeggen Poolster, maar... Nee, de Poolster die staat hier bij dat... Oh, dat is dat nietje. Ja, dat dingetje. Ja. Ja. Dit is Sirius, de helderste ster die er is. Maar op het ogenblik staan er twee objecten, die zijn nog veel helderder. In het zuiden zie je de planeet Jupiter. En in het zuidwesten, en dat komt ook steeds hoger te staan, staat de planeet Venus. En die is nog veel helderder. Die vallen dus enorm op. Ja. Ja. Maar tijdens die cursus dan krijg je dus dat boek, dit boek, heeft hier nog een heel boek vol met theorie. Is het alleen maar theorie of gaan we ook kijken? Ja, we gaan ook kijken. En daarvoor hebben we, ik dacht eerst van jongens, gaan ze hier nou beton boren of zo? Want zo ziet het er onderhand uit. Maar wat is dat voor een apparaat wat u meegebracht heeft? Ja, dit is dus een sterrenkijker van Kees Lemmens, een van onze leden. Ja. En je ziet dat dus een grote pijp. En, gaat u maar lopen hoor. Ja. Ik bedoel, ik blijf wel zitten. Dit is dus het gedeelte wat zo naar de sterren kijkt. Ja. En dan heb je hier nog een klein kijkertje om hem te richten. Ja. Want die kijkt wat breder. Hè. Dan kun je dus met een kruis kun je hem instellen op een bepaald object wat je wilt zien. En dan moet je dus hier door kijken. Dat is op het ogenblik een beetje lastig. Ja, want dan zie je alleen maar een aluminium pijp aan het plafond hangen. Dus het licht gaat hier door die pijp, het wordt hier teruggekaatst, komt hier nog een keer op een spiegel. En hier kijk je dus. Okay. En dit is natuurlijk een zwaar ding, dus vandaar dat hier een contragewicht zit om het een beetje in balans te houden. Ja, en ik zie van allerlei knopjes zitten, dus ik neem aan dat die ook nog elektrisch is ook nog. Ja, deze is elektrisch. Ik heb zelf thuis een eenvoudiger kijker. Die moet je voortdurend bijdraaien om de ster te volgen. Maar deze kan dat automatisch doen. Okay. En wat u ook ziet, is dat je een heel zwaar statief nodig hebt. Het is nog zwaarder dan onze camera statieven. Ja, ja. Want anders staat het veel te veel te trillen en dan kun je ook niet rustig. Die kijker bijvoorbeeld, die zouden we mogen gebruiken tijdens de cursus? Ja. Er zijn kijkers aanwezig tijdens cursus. Als het tenminste een beetje helder is, dan nemen we de... En op het ogenblik is natuurlijk de planeet Jupiter heel mooi te zien. Met zijn manen. Die draaien zo snel rond Jupiter dat je zeg maar een uur later al ziet dat ze anders staan. Ja. En dat is dus ook een interessant object wat te volgen. Wat op het ogenblik echt hoog aan de hemel staat. Ja, goed. Dan krijgen we een hele hoop dingen op die cursus. Ja. Maar ik neem aan dat... de vereniging, de KNVWS. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Juist. Ik bedoel, want ik vraag dat meestal aan de mensen van, wat is dit Nederlands? Want het klinkt zo ambtelijk. Jullie hebben niet zo'n hoop geld en niks hoeft te betalen voor die cursus. Nee, de cursus kost slechts €80 en daar heb je dan 10 avonden voor. Ja. Er zijn nog 10 lange avonden ook, van 7:30 tot 22:00. Dus we nemen ruim de tijd... En eigenlijk kan dat niet uit met beroepskrachten. Dat zijn allemaal amateurs die het voor een lol doen. Ja. En je krijgt wel een zekere onkostenvergoeding, maar daar blijft het dan ongeveer bij. Dus de cursus is eigenlijk heel goedkoop. Ja. En als je dus werkelijk interesse hebt in de cursus, dan hoeft het financiën geen probleem te zijn. Maar hoe kan ik me aanmelden? Dat zijn dus... bij voorkeur eigenlijk via met een e-mail. Ja? Dus knvwscursus@regiokabel.nl. Of ook wel het telefoonnummer van Kees Lemmens. Ja, die heb ik dat voor u. Dat is 0654681378. Of van Henk Knoester. Dat is iemand die niet meer in het bestuur zit, maar wel heel veel verdiensten heeft voor de club. Dat is 06-11-155-155. De telefoonnummers staan allemaal netjes in beeld. We hebben ze ook nog in de kabelkrant zitten, dus de mensen kunnen het na de uitzending nog een keer nalezen. Wat is de uiterste datum dat de mensen kunnen inschrijven? Nou, ik zou zeggen... zo spoedig mogelijk. U kunt gewoon een e-mailtje sturen dat je geïnteresseerd bent. Dat is dan nog geen opgave, maar dan krijg je dus ook informatievragen. En ik denk dat we wel toch wel per 1 januari uiterlijk willen weten. Voor zo tussen kerst en oud en nieuw, dat is dan de uiteindelijke termijn. Ja, alles vindt plaats in Café de Kuul of in het cultureel centrum De Brink? Ja. In de Kuul?
In de Kuul, ja, dat, ja. Ik ben er nooit geweest, maar... Nee, maar het is een hele leuke gelegenheid. Oh, ja. Ook buiten de cursussen is het een hele leuke gelegenheid. Ja. Tot slot, nog één vraag. Wat is uw favoriete ster? Mijn favoriete ster is Sirius. Waarom? Omdat hij de helderste is. Het lichtpuntje in het donker. Ja. Ja, het lichtpuntje in het donker. Wat is nou mijn favoriete planeet? Ja? Dan is dat denk ik Jupiter met zijn manen. En u blijft... En Saturnus heb je mooie ringen omheen, weet u wel. Huh? Wel van gehoord. Ja, u zit zo te praten dat ik langzaam al enthousiast zou gaan worden. Oh, dat schrijf je zich in voor de cursus. Mits ik tijd had, want mijn hele grote cursus hangt hier op het bord. Oh, of ja. In het decor. Ja. Mag ik u in ieder geval heel veel succes wensen met de cursus. En na dit gesprek moeten er toch zeker mensen zijn die zeggen van, hey, daar wil ik wel eens meer over. Dat zou ik wel erg hopen, ja. Dank u wel. Goed, wij gaan door naar de kerstmis, namelijk naar de slager onder de toren. Bij elk feest eigenlijk bent u gewend van hem dat hij iets lekkers klaarmaakt. Dit keer heeft hij een heerlijk stuk varkensvlees, ziet er heel mooi uit. Hij laat ook zien hoe dat hij dat uitbeent en dergelijke. Daar komen maar een paar ingrediënten bij, want hij zegt... Met de kerst moet je niet in de keuken staan, je moet bij je gasten zijn. Dus even klaarmaken, bakken in de oven, lekker praten met je gasten, glaasje wijn erbij. En ja, cameraman Patrick heeft geproefd. Ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik ook. En het was heerlijk. Goedemiddag allemaal en welkom weer bij Keur Slager in Mom. Deze uitzending wordt weer een kerstuitzending en zoals jullie in het verleden ook allemaal weten. Ik hou niet met een kerst vol met stress. Ik wil het altijd makkelijk maken voor de klanten. Zodat ze niet alle pizzapas uit de klas hoeven halen om alles maar te bereiden en dat het achteraf toch een beetje tegenvalt. Ik heb weer heel wat nieuws bedacht dit jaar. Dat is een gevulde varkensfilet met een Spaanse uien marmelade, moet het goed zeggen. En hierbovenop zit een rode wijnsaus. Dit is zo bij mij in de winkel te verkrijgen. Het enige wat ze dus hoeven doen is het in de oven te zetten. Zo'n stukje hoeft niet langer dan 20 minuten op 150 graden in de oven en het gerecht is klaar. Hoe dit gerecht gemaakt wordt, dat laat ik nou jullie zien. We maken dit van een stuk varkensrib. Wij ontbenen het. Het gaat heel eenvoudig. We snijden gewoon achterlangs. En we halen zeg maar het mooie gedeelte van de rib af. Zodat het magervlees... in het bakje komt te zitten. Dan vragen jullie, ja, wat doen jullie dan met die ribjes? Kijk, dit zijn speerribjes. Dat blijft over. Daar hakken we zeg maar de onkrante bordje van af. En dit is het gedeelte waar we dus speerribjes van maken. Maar dat hebben we nu bij dit gerecht niet nodig. We snijden even de bordjes eraf. De ongerechtigheden, zoals we dat noemen. We pakken een lekker stuk vlees. Hup. Wat ongeveer in het bakje past. We snijden hem in. We gaan hem insnijden, zodat we de opvulling kunnen maken. Zo, dat het goed gevuld kan worden. Eerst even afkruiden met een kruiding, voordat hij in het bakje gaat. Zo, genoeg gekruid. Dan vouwen we hem open. Zodat een uienmarmelade er goed in past. Kijk, hier hebben we het. Even een lepeltje erbij. We gaan daar nog een klein beetje rode wijnsaus bij opbrengen. Dus even kijken wat ik het gelaten heb. Eén momentje. Kijk eens, en het hoofdgerecht is alweer klaar. Hoe gaat dat de oven in? Hoe kunnen jullie het bij mij kopen? Nou, heel eenvoudig. Ik heb speciale ovenzakken. Die doen wij voor de graden omheen. Zodat het product in de oven niet verbrandt en mooi aan de buitenkant krokant blijft.
Kijk, makkelijker gaat het niet meer. Zakje dicht. En zo kunt u het in de oven zetten. Nou, we gaan het nu afpakken, zodat we na het afbouwen zien wat het resultaat het is. Ik zal het voor jullie in de oven zetten. Oven inschakelen. ...60 minuutjes op, 150 graden. En we zijn klaar. En we kunnen met de handjes over elkaar rustig blijven wachten tot het hoofdgerecht klaar is met de feestdagen. Wat eten we erbij? Dat schuiven we straks zo bij je in de oven. En dan voor elkaar. U heeft alle tijd om uw tafel te dekken en de glazen wijn klaar te zetten. En in orde is het. Nou, inmiddels het is klaar. Ik kan het uit de oven halen. Kijk, de marmelade is mooi in de filet blijven zitten. Er is door de rode wijn een hele lekkere jus ontstaan in de bak. Ik ga het er nou uitschappen. Het ruikt fantastisch. Het is echt heel smakelijk. Kijk eens, wat mooi. Kunnen plakken vastsnijden. Daarbij een hele lekkere aardappelkrat, hè? Heerlijk gegarneerd. En de jus erbij. We kunnen hem nog wel verder afgarneren met een heel lekker stukje broccoli, maar dat heb ik hier niet bij handen. Daar kun je hem verder mee afmaken. En u heeft eigenlijk op een hele eenvoudige wijze toch een hele lekkere kerstmaaltijd weer voor elkaar. We gaan het in smaak opeten en ik wens iedereen toch wel hele fijne feestdagen toe namens ons en de slagerij. Alsjeblieft. Ja, afmaken is ook niet nodig, want gewoon dit eenvoudige, heerlijk. Goed, dat is meteen de inleiding voor onze kerstactiviteiten dit jaar. 24, 25 en 26 december de kerstmarathon van Husse TV. 24 december eerst om 7 uur de kerstviering hier vanuit de Zandse Kerk. En dan om 9 uur start Ronald Udo met de kerstmarathon. Wat daar allemaal gaat gebeuren... Ik zou zeggen, gewoon kijken. En dit is de poster ervan. Die vindt u door heel Husse heen. Kijkt u ook op onze kabelkrant. En luistert vooral ook naar de radiomensen de komende weken. Want ze gaan u van alles vertellen over die kerstmarathon. We hebben een hele leuke promo. Die is gemaakt door Tony Reinders. Die zegt gewoon alles waar het om gaat.
Een van de hoogtepunten van 2011 was natuurlijk de fantastische opbrengst die door een grote groep Lingewaardse sporters bijeen is gebracht in de strijd tegen kanker. Onder de noemer Overwinnen doe je samen zijn een groot aantal Lingewaarders op de fiets, dan wel daar op de fiets gestapt, om de Alpe d'Huez te bestrijden. Een berg die we kennen uit de Tour de France en waar menig Nederlands toursucces gevierd is. Maar nu werd er iets heel anders gevierd. Honderden, zo niet duizenden mensen zijn die berg opgegaan en het leverde vanuit Lingewaard meer dan 150.000 euro op. In 2012 willen die Lingewaarders dat met een aantal anderen nog gaan overtreffen. En daarom is de kerstmarathon van Husse TV dit jaar, die wordt besteed aan de bodem voor dat succes in 2012. Op 24, 25 en 26 december aanstaande zal die hele kerstmarathon in het teken staan van de Alpe d'Huez 2012 op 6 en 7 juni daar in Frankrijk. En heel veel mensen, ook in uw omgeving, zullen daar baat bij hebben. Want iedereen kent wel iemand die lijdt aan die vreselijke ziekte kanker en waar nooit genoeg voor bijeengebracht kan worden om het onderzoek ernaar te promoten en te stimuleren. We gaan dus met z'n allen proberen dat steentje eraan bij te dragen, want kanker heb je helaas samen in de samenleving en overwinnen doe je ook met z'n allen. Ik wens daarbij Husse TV ontzettend veel succes met de kerstmarathon en ik hoop dat het een enorm resultaat oplevert. Maar vooruitlopend daarop stap ik alvast in de auto in die richting. Maar wat beter is natuurlijk, ik pak de fiets. Want om de fiets gaat het en we hebben nog 6 maanden om te trainen. Dus we kunnen allemaal nog meedoen. Ik wens Husse TV veel succes en ik hoop dat Lingewaard weer zijn beste beentje voorzet om dat te bereiken. Succes mannen en vrouwen. Ja, en u snapt dus wie de persoon was, hè? Onze burgemeester Harry de Vries. Ja, voor wie doen we dit nu allemaal? Voor mensen die op een of andere manier in aanraking zijn gekomen met kanker. We willen door middel van onze actie, dus de kerstmarathon ook, maar ook de actie van het team Lingewaard, de 16 mannen en vrouwen die volgend jaar 7 juni de Alpe d'Huez gaan beklimmen, willen we gaan proberen om geld bij elkaar te krijgen, zodat er betere behandelmethoden en beter onderzoek is voor mensen die getroffen worden door de sluipmoordenaar kanker. Bij dit hele programma horen gesprekken. Gesprekken die ik voer met mensen die dus ook op een of andere manier met kanker in aanraking zijn gekomen. Zij willen door middel van hun verhaal u laten zien van oké, wat gaat er nu door een mens heen? Wat maakt zo'n mens en hun omgeving allemaal mee? Degene waar ik vandaag nu in de uitzending mee gesproken heb, of tenminste in de film die u nu kunt gaan zien, is voor vele Huissenaren een bekende vrouw. Velen zullen haar kennen als het Husses mens. Anderen zullen haar kennen als de vrouw van Wim Demon. Wij hadden een heel, heel goed gesprek met Wilma Demon, de koning. Een potje koffie. Ja. En dan ga je een potje thee. Ik vind het thee, ja. In het prachtige huis, Wilma, mag ik zeggen. Ja, ondanks dat ik ergens al, ik weet niet hoe lang, in ook een heel mooi huis was. Nou, ik denk dat ik het wel zou willen ruilen met jou. Ja. Maar ik geloof niet dat jij dat zou willen. Nee. Wilma, het hele verhaal kanker in jouw werk, je werk tussen de ouderen, komt dat veel voor? Ja, het kan wel vuur, ja. Ja. Dat klopt, ja. Hoe uitzicht dat bij Olly? Ja, goed, als mensen op een gegeven moment toch klachten kregen waar wij van denken van ja, dat klopt niet helemaal, dan worden mensen door de huisarts toch wel vaak duur gestuurd naar het ziekenhuis. Ja. En als het dan inderdaad zo is dat het kanker is, maar dan werd er wel heel goed met de bewoner en eventueel de kinderen besproken van, gaan we nog behandelen? Omdat mensen natuurlijk toch ook al heel vaak een hele hoge leeftijd hebben. En
kun je mensen dan nog aandoen om een zware chemokuren en alles te geven. Mm-hmm. Dus vaak werd toch wel heel vaak werd toch wel verkozen om niet te behandelen, maar wel om het zo aangenaam mogelijk te maken en in ieder geval ook voor pijnbestrijding te gaan. Ja. Ja. Dan lees je dus steeds meer dat mensen overlijden aan kanker. Als je dat in procenten zou moeten zeggen bij Sancta, gaan er meer mensen dood aan kanker als aan ouderdom door? Nee, ik denk dat er meer is aan ouderdom, ja. Gewoon dat de titer is? Ja. Ja, goed, ik denk ook best wel vaak dat mensen klachten hebben waar wij als verzorgers ook wel eens van zeggen van ja, vertrouw ik ook niet, zou best iets kunnen zien wat niet goed is. Maar ja, op zo'n hoge leeftijd dan kiezen mensen vaak via aan in overleg met de kinderen hem toch niet meer naar het ziekenhuis of zo te gaan. Dan weet je het vaak ook helemaal niet wat er eigenlijk achter heeft gezeten. Ja. Ja. Nou zit jij in de hoek van activiteiten en het welzijn van de bewoners. Kreeg jij daar in jouw functie ook mee te maken dan, met die mensen? Ja, niet met de verzorging aan bed. Hè. Dat heb ik niet meer. Dat heb ik vroeger gedaan, maar dat doe ik niet meer. Maar wel in het stukje welzijn, in de vorm van proberen een vrijwilliger misschien erbij bij de bewoner Dus kennis laten maken? Ja, kennis laten maken. En dat die vrijwilliger af en toe nog eens een keertje kan wandelen met de bewoner als dat de toestand zich toeleed. Ze kunnen ook nog een activiteit meedoen wanneer dat kan dan niet meer. Dan kunnen wij ook op de kamer bij de bewoner iets betekenen in de vorm van of een klein spelletje doen of eens een keer iets voorlezen of gewoon een praatje maken. Hebben jullie als personeels en uiteraard ook vrijwilligers, want er lopen heel veel vrijwilligers bij Sancta. Hebben ze jullie daar op een of andere manier nog in getraind of in bijgeschoold? Als je in aanraking komt met mensen? Nou, vrijwilligers niet. Vrijwilligers niet. En de verzorging en ook de activiteitenbegeleiding, die kregen wel regelmatig een bijscholing en zo. Ja. Dus, Als je op een gegeven moment echt met een heftig geval, tussen aanhalingstekens, met kanker komt te zitten in Sancta, kregen jullie dan als personeel ook nog aparte begeleiding, extra begeleiding? Nee, vanuit de hoek van psychologen nee, dan niet. We kunnen natuurlijk wel altijd, als we zeggen van God, als er een verzorgster. Maar dat doe je ook al vaak met elkaar. Je bent een team en je doet het samen. Dus als er iemand heel veel moeite mee heeft of zo, dan vang je elkaar ook wel op. Ja. Maar goed, je kunt natuurlijk ook altijd, we werken samen met de Lingenhof. En daar werken we samen met maatschappelijk werk en met een psycholoog. Dus daar zouden wij ook nog eventjes ons eigen verhaal aan kwijt kunnen. Ja. Ja. Maar het is mooi dat gewoon in eigen club helemaal op kunnen lossen. Ik bedoel, als mensen zolang ze de verzorging in Sancta, zolang dat wij dat kunnen, dan blijven mensen ook in Sancta. Ja. Ja. Hey, een hele hoop mensen weten het, maar jij hebt ook privé ontzettend veel met kanker te maken gehad. Ja. Voordat je getrouwd was, of Ino trouwdag, niet met Wim, want daar komen we direct nog op, maar gewoon Ino familie, hè, of vader? Ja, mijn vader die kreeg in 1997 kreeg die kanker, darmkanker. En die had ook een aantal chemokuren gehad en die had toch nog wel 3 jaar aardig, toch nog wel tot het acceptabel was, duur kunnen leven. En die is in 2000 overleden. En Ria, de zus van Wim, die had ook kanker. En Ria die stierf begin juni en onze papa stierf 3 weken daarna. Dus die hadden ook allebei kanker. Ja. Was dat de eerste keer dat je Ino eigen in mijn eigen privé? In mijn eigen familie wel. Ja. Ja, we waren natuurlijk in dat jaar ook al een hele lieve en goede vriend verloren, Wim van Deelen. Ja. In begin 2000. En, maar daarom zeg ik in mijn eigen familie was dat, Ja. En hoe is dat aangekomen in de familie? Ja, de manier waarop we het hebben kunnen doen. Onze papa die is ook gelukkig thuis in zijn eigen omgeving overleden. Ja. En met ons erbij en onze zorg daarbij.
En dat was heel fijn om dat samen te doen. Dat vind ik dan wel, daar kun je hier goed op terugkijken. Ja. En bij Ria hebben we dat ook samen met de familie van Wim, hebben we dat helemaal samen gedaan. Met alle broers en zussen en zwagers en schoonzussen. Ja. Die en 's nachts erbij bleven en overdag. En ja, dat was ook heel goed, vind ik. Ja. Dat vind ik dan wel heel fijn. Ja. Maar dan heb je op een gegeven moment een paar jaar rust gehad. Ja. En dan in ene keer, dan viel de bom in een eigen huis. Ja, ja. Eerst nog de zus van mijn Mientje. Die werd ook, bleek dus ook dat ze kanker had. Ja. Ja, goed. En die Wim die kreeg in augustus, ja, juli werd hij ziek, 2009. En ja, toen kreeg hij in augustus 2009 dus definitief te horen dat er gewoon niks meer aan te doen was. Ja. En Mientje die is in augustus toen overleden aan alvleesklierkanker. En die was al langer met het traject al langer, bezig? Maar ook nog niet zo heel lang. Nee, ook nog niet zo heel lang. Ja. Die, daar is het ook best snel bij gekomen. Ja. Ja. Nou zullen heel veel mensen die in het feestleven van Huissen vertoeven, die zullen hem kennen. Gij noemde hem zelf vaak in de pronk als Divamin. Divamin. Hij heeft wel wat. Ja. Je noemt hem eigenlijk nog heel vaak de schipper. Ja. Een boom van een vent. En dan een ene keer kanker. Hoe kwam dat bij Wim aan? Wim, hoe luidruchtig die altijd was, werd heel stil. Ja. En... ja goed, ik weet nog dat wij toen in Velp in het ziekenhuis moesten komen, dat kregen we toen de uitslag. En toen zei die dokter van, het is longkanker met uitzaaiingen naar de lymfeklieren, naar de lever en in de botten. Ja. Dus ja, dan zit je die man aan te kijken en toen heb ik ook gezegd, zoals ik het nou zeg, dan kunnen wij het wel schudden. En toen zei die man, ja we kunnen nog behandelen. En dan denk je, ja behandelen, wat zou er dan nog mogelijk zien? En dan ga je toch naar huis, dat je toch nog een beetje hoop houdt. En die dokter zou ons 's avonds terugbellen. En toen konden wij woensdags moesten wij terugkomen bij dokter Oelman, bij de grote professor. Ja. En die zei ons toen van, ja, ik kan gewoon niks meer voor u doen. Het enige wat we kunnen doen is een chemokuur geven, om te proberen te verlengen. En daar pak je dan toch nog met beide handen aan. Want ja, ondanks dat hij zei proberen. Ja, ondanks dat hij zei proberen. En toen zei Wim, nou ja, daar hoor ik dan voor. Ja. En Wim wilde ook nog niet doen. Nee, ik bedoel, hoe lang zat jullie in de neus? Wij zijn in december 2008 hier komen wonen. En juli 2009 werd hij ziek. Ja, dus ja. Wow. En Wim zei, dat ga ik proberen. Al kreeg dan nog maar een jaar of anderhalf jaar. Ja. Maar goed, dat is niet gelukt. Ja. Het was gewoon, hij was al veel te ziek. Ja. Het was al veel te ver. Ja. Waar uitte dat bij Wim zich in, dat hij ziek was? Ja, hij op een gegeven moment begon hij toch wel aardig te hoesten. En altijd maar mui. En dan zeiden wij ook, in het begin zeiden we, we waren nog druk met de huis. Dus s'avonds vaak nog naar de werkplaats om te gaan werken. En dus dan zeiden we, het is geen wonder dat je mui bent. Maar ja, goed, op een gegeven moment was het toch wel heel erg, toen kwam je op een gegeven moment. Thuis van het werk, toen zei hij, ik kan het niet meer, ik ben gewoon zo moe. Ja. Nou ja, toen is hij naar de dokter gegaan en bleek dat hij longontsteking had, dachten ze. En antibiotica kuren, dat ging niet over. Ja goed, en toen het ziekenhuis een longfoto maken, en toen kwam het te borden dat hij, en dan naar allerlei andere onderzoeken, kwam eruit dus dat het al veel te ver was. Ja. En dat zei dokter Oelman ook, hij zei, daar dan kun je zien dat het een sluipmoordenaar is. Ja. Dan hij net 3 weken daarvoor Mientje weggebracht. Ja. En dan wordt de jongste van het hele stel te grazen genomen. Ja. Hoe sloeg dat in bij de familie, bij de broers en zussen? Ja, heel erg. Ja. Ja. Was toch onze Wimke? Ja. Ja. Hoe groot dat hij ook was. Ja. Maar. Ik denk wel dat het goed was, we hebben het wel helemaal samen kunnen doen. Ja. Ja. Met de zussen van Wim en de broers van Wim. Ja, ja want Wim is niet altijd in het ziekenhuis geweest. Nee, hè? Nee, hij is naar de tweede chemokuur, die was eind september, was met de Huissen kermis. Kreeg hij de chemokuur, want toen hebben we ook nog geflauwekuld. Toen zeiden we, hang er maar een liter jenever aan en dat infuus. Dat werkt beter. Ja, en
Dus toen, toen na die tweede chemokuur werd hij heel erg ziek. Maar toen is hij toch half oktober zo'n beetje is hij naar huis toegekomen. Want toen zei hij ook van ja, we zagen ook wel, er was toch geen raden meer hoor. Ja. En toen zei ik ook van, ik zei, mijn man moet naar huis. Ik zeg, we moeten dat verder thuis gaan doen. Ja. En hebben gelukkig, hebben dat, toen is hij met de ziekenwagen thuis gebracht. En toen is hij in bed gekomen. Toen kwam hij af en toe nog wel eens even eruit, dat hij hier een tafel zat. En Wim had het liefste deze tafel maar helemaal vol. Met mensen? Dat, ja, dat had hij het liefste. Iedereen moest maar komen en de hele dag duur. Ja, en op het eind lag hij toch wel heel veel op bed. En eindelijk de laatste paar dagen dat hij zei van nee, laat ze maar wegblijven. Ja. Alleen zijn eigen zussen en broers en de vrienden en onze Jan, mijn broer dus en de vrouw. Ja, en dus maar goed, hey, ik moet wel zeggen, dat was wel heel fijn, heel goed dat we het allemaal samen hebben kunnen doen. Wim en ik hebben natuurlijk ook nog wel heel veel dingen kunnen beproten. Dat was gewoon zo. Ja, en toen je weet van ja, het is niet meer te raden van dat we toch nog wat dingen hebben kunnen regelen en kunnen doen van ja, hoe willen we het en hoe moet het. Ja. Dus Maar hij kreeg te horen dat hij kanker had. 3 weken later ging zijn zus. Ja, Mimi. Ja. En toen had hij er nog een buisstaaltje geflikt. Ja, Mimi had gevraagd of dat de broers, hun eigen broers Piet, Geert en Wim. En hun 3 zwagers van Henk zijn kant, de jongens. Ja. Of dat hij Mimi wilde dragen. En dat had hij nog gedaan. En dat ik zei van ja, Wim, als het niet ging, moet je het niet doen. Toen zei hij, onze Mimi beloven, dat doe ik. En dan, ik zeg, dat had hij puur op karakter gedaan. Ja. Ja. Ja, dat klopt. In dat hele traject wat jullie gegooid zijn, of heel traject, het was eigenlijk niet zo'n lang traject. Heb je daar ook nog professionele hulp bij gehad? Nou ja, wij kregen dus bij dokter Oelman, die grote professor, die had dan, dat is met een heel moeilijk woord nu, maar ik had er nog nooit van gehoord, de nurse practitioner. Ja. En nou vind ik het al heel gewoon, dat woord. Ja. En dat was dan eigenlijk de assistent van dokter Oelman en die heb heel veel met ons gesproken en heel veel gesprekken gehad. En dat was ook een hele fijne meid en daar hebben we hem ook heel veel vertrouwen in. Daar hebben we hem ook heel veel vertrouwen in. Daar had hij een goede Nou kennen we Wim altijd, vaak ook een beetje flauwekullen en schertsend en zo. Had hij ook nog wel eens met andere mensen gepraat die ook kanker hadden? Ja, op een gegeven moment lag er in het ziekenhuis een vrouw bij hem en dat was een jonge vrouw. En die had ook nog een kindje van 1 jaar of 4, denk ik. En dan had hij op een gegeven moment heel goede, met die vrouw zei, die kon hij heel fijn praten. Ja. Ja. En ik bedoel, de verpleegkundige die ons toen moest vertellen hoe de chemokuur en alles in zijn werk ging. En daar had hij zelfs ook nog geintjes over, weet je. Zo van, dat ze op een gegeven moment zei van ja, u moet oppassen met bloed en met de urine, met de ontlasting. Van ja, tot ik daar apart uit moest wassen en... En toen zei ze, ja, en ik moet het u vertellen, zei ze, u mag ook geen gemeenschap hebben. Toen zei hij, nou zou ik daar nog zin in hebben. En toen zei ze, nou zei ze, meneer Demon en mevrouw Demon, zei ze, de humor houdt u op de been. Ja. We hebben ook nog altijd humor blijven houden. Ja. 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 Toch wel, ja. Hey, de dag zelf dat jullie Wim weg moesten brengen. Veel mensen? Ja, ontiegelijk veel. De avondwaken zat de kerk helemaal pinvol. En de dag van de crematie zat de kerk ook helemaal pinvol. Dat was, ja, natuurlijk van de ene kant had je daar wel kunnen, had je daar wel rekening mee kunnen houden. Ja. He, want ik bedoel, ja, we zijn allebei in het sociale leven niet onbekend. En, maar ja, dat duurde wel heel goed. Ja. En ook al die familie en vrienden en mensen die hier geweest zijn, ja, die hebben wel nodig. Want ik bedoel, die slogan van al die kanker heb je samen, ja, dat is echt wel waar. Ja. Ja. Je zegt het net, een hele hoop mensen om je heen. Het is niet iets wat je alleen kunt, volgens mij. Nee, dat kan ook niet. En ja, je hebt natuurlijk sommige dingen mooi wel alleen doen, dat is gewoon zo. Maar ja, goed,
Ik bedoel, het is waar hier praten, ga je mensen mogen in het. Want nou, ik zag alleen is dat niet te doen. Ja. Nee. Dan heb je op een gegeven ogenblik heb je afscheid genomen van Wim. Ja. En ja, je probeert toch het leven weer een beetje op te pakken. Ja. En dan voelde Wim maar zich op een gegeven ogenblik niet helemaal lekker. Ja, toen ging onze mama nog gauw tussen de deur, ging ze ook nog lekker schouw dood. Ja. Maar ja, die was heel erg dement. En dat was goed, dat hij op een gegeven moment, dat was ook niet prettig meer. Nee. Dus, ja. Ja, en of dat de geschiedenis zich herhaalde in juli. Ik moest in januari borstfoto's maken, ja. Want ik was 50 geworden. En toen kreeg ik in juli de oproep voor borstfoto's en dus ik ben netjes gegaan. Ja, dan kreeg je van de morgen even bij de dokter komen. En toen dacht ik ook nog, ach, eerste keer, weet je wel zo. En ik denk, ach, ze zullen wel iets gezien hebben wat niet goed. Dus ja, ik ga naar de huisarts en mevrouw Demon, ze hebben iets gezien wat niet goed is. Nou, ja, toch over naar je foto's maken, ja. En als het nodig is, maken we ook meteen een punctie. Nou ja, dat deden ze ook meteen, dus toen dacht ik, oh god, dan is het inderdaad niet goed. Ja, dat was ook zo. Borstkanker. Zo. En of dat de duivel ermee speelde, wij gingen in 2009 dinsdags met de vierdaagse naar het ziekenhuis. En toen kregen we te horen dat Wim dus kanker had. En in 2010 ga ik dinsdags met de vierdaagse naar het ziekenhuis. En dan kreeg ik ook te horen dat ik borstkanker had. Dus de ligt een vloek op de vierdaagse bij jullie dan, ja, zou je haast zeggen. Dat zou je haast zeggen, ja. Maar, ja. Maar je zit hier nog steeds. Ja, gelukkig. Met andere woorden... Ja. Hij gewonnen? Ik denk het wel. Ik winnen. Je moet ook geluk hebben, hoor. Ja. Je moet wel vechten, maar je moet ook geluk hebben. Maar hoe moet ik het dan zien, geluk hebben? Nou ja, goed, ik kreeg dus nu ook borstkanker gehad. Nou ja, en de discussie of dat het een borstamputatie moest worden of borstbesparende operatie, die discussie hoefde ik al niet meer te voeren, want het was... Een borstamputatie, het kon niet anders. En ook was het uitgezaaid in de lymfeklieren, dus ook de okseltoilet noemen ze dat dan, werd helemaal weggehaald. En toen, het feit dat ik dus geopereerd werd en ik te horen kreeg dat ik borstkanker had, toen zei ik van ik wil ook eerst alle andere onderzoeken hebben, want dat doen ze dan niet. Ja. En waarom dat ik dat dan wilde, ik zei op dat vorige jaar mijn man overleden is aan longkanker. Ik zei, en die hadden zoveel uitzaaiingen overal en er was al helemaal niks meer aan te doen. Ik zei, terwijl dat we daar ook niks aan merken. Ja. Ik zei, dus ik wil eerst die onderzoek. Ik zei, want als ik dat ook heb, ik zei, lok me eigenlijk helemaal niet opereren. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dus ik kreeg al die onderzoeken. En dat was allemaal verder goed in zoverre dat ik ook, dus toen bleek dat ik een kwaadaardige tumor op de nier had. En op de rechte nier. Maar dat had niks met de borstkanker te maken, want... Borstkanker kan niet uitzaaien op de nier, ja. Hebben ze me verteld. Ja. Hij zei, dat is een op zich staand tumor. Hij zei, we hebben gewoon pech. Ja, och, daar kunnen we nog wat mee hebben dan. Dus vooruit. En goed, maar hij zei, dat laten we even rusten. Hij zei, want de borst die heeft een prioriteit. Hij zei, dat moet eerst gedaan worden. Ja goed, toen ben ik in augustus geopereerd. Vorig jaar aan de borst. En die hebben ze toen geamputeerd. En daarna gooi je dan het traject in van de bestralingen. Dus ik kreeg 36 bestralingen. En ik zou 17 chemokuren krijgen, waarvan 6 zware en 11 kleintjes. En die 6 zware, die waren ook zwaar. En die 11 kleintjes hebben ze niet helemaal afgemaakt, omdat die stof, die werkt op de pompfunctie van het hart. En mijn pompfunctie was dus achteruit gegaan, dus toen hebben ze die kuren gestopt. Ja. Dus dan, Maar als ik nou zo zie zitten, dan zou ik zeggen van, er is niks aan de hand. Nee, nee, dat klopt. Het liep wel heel wat, maar ja? Nee, het ging ook best wel goed. Ja. Maar er zijn natuurlijk toch nog wel dingen. Ik bedoel, dus de arm, ja, de lymfoedeem, dat hou je. Dan krijg ik 2 keer in de week nog therapie voor. Ja. En mijn conditie is natuurlijk ook, die is nog niet helemaal super geweest, maar... Maar die is ook nog niet wat iets zien moet. Maar goed, ik ben toch weer wat uren aan het werk. En het gaat langzaam toch wel de goede kant weer op. Dus ja. En of ik het dan overwonnen heb, dat weet ik ook nog niet. Want ik kreeg natuurlijk ook nog 5 jaar lang hormoontabletten.
Maar goed, ik gooide maar vanuit. Ik heb toen ook aan dokter Blazer gevraagd. Zei, heb ik borstkanker of had ik borstkanker? Hij zei, u moet zeggen, u had borstkanker. Juist. Ik zei, nou, dan doen we dat. En ja, toen ben ik juni dit jaar ben ik nog geopereerd aan de nier. Maar ja, dat is ook allemaal verder heel goed gegaan. Daar heb ik verder ook geen behandeling voor hoeven hebben of zo. Die operatie was klaar en daar moest ik van herstellen. En ja, toen ging het... Nou, dan heb je dit stuk, ja, als het ware als toetje er nog een keer bovenop gekregen. Wat had ook nou het meeste door hen geholpen? Van mijn eigen? Nee, wat en wie? Ja, onder andere van de eigen, maar ook met Wim nog. De familie en de vrienden. Ja, die hij heel hard nodig. Ja. Ja. Ja, zonder had ik het niet geraad. Nee. Nee, dat beslist niet. Nee. En het feit dat je Wim de huis kon houden. Ja. En het feit dat je ook zelf in je eigen omgeving hier in huis kon blijven. Ja. Dat is volgens mij toch ontzettend belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, toen Wim ziek werd. Ja, toen hij dan naar huis toe kwam en toen hebben we dat gelukkig zelf kunnen doen. En ja, en Gia en Sandra, die hebben hem ook helemaal verzorgd. En de familie die was er dan, die deed dit en die deed dat en die deed wassen. En die sloeg een keer met het wijl door de hut in en die deed dit. En ik zeg, ik heb er nou nog profijt van, want ze weten allemaal de weg hier in huis. Als ze komen, dan kunnen ze eens koffie zetten. En, dus ja, dat is wel heel makkelijk. Ja. Maar ja, en daarna ook, toen Wim pas overleden was, ja, heb ik ook nog heel veel aanloop gehad. En op een gegeven moment werd dat ook minder en dat is ook goed. Ik bedoel, ja, kun niet de hele dag het huis vol visite hebben. Nou ja, goed, en toen kwam het bij mijn eigen aan de deur. Ja, toen ging het weer van vuur af aan. Maar goed, ik ben gelukkig niet zo ziek geweest als Wim. Bij Wim was het natuurlijk al heel veel verder en was het niet meer, er was er gewoon niks meer aan te doen. Ja. En bij mij kon er nog wel een gedaan worden. Ja, wat mij verwonderde is dat ik had de oproep gedaan op de televisie. En jij was een van de eerste die zei van Wim, ik wil meedoen. Ik wil met jou praten over de kanker die wij hebben meegemaakt. Ja. Wat was bij jou de deurslag nou met Mien en met de cameraman aan tafel te zitten? Ja, nou ook gewoon het feit dat ik dus... heel ziek geweest ben en van heel ver hem al te komen, want het ging psychisch natuurlijk op een gegeven moment ook helemaal niet goed. En ja, goed, dat kon ik was niet anders. En ik eigenlijk gezegd heb van ik wil opgenomen worden op de psychiatrische afdeling. En de dokter toen tegen mij zei, ja, als je dat zelf aangeeft, dan ben je al een heel eind, dan heb je al een stuk gewonnen. Ik zeg maar, ik wil niet hier aan de keukentafel gaan zitten als een zombie. Ja. Ik in eerste instantie toen ik te horen kreeg dat ik borstkanker had, zei ik, goed, zo geweldig. Gok ik moeder schipper achterop, ik vind het prima, weet je wel. En, maar goed, daar ben ik al gauw van teruggekomen. Ik denk, ja, dat is het ook niet. Nee. En, dus ja, en dan denk ik van, ja, ik wil de mensen toch laten zien dat je ondanks dat je zo ziek geweest bent van chemokuren en dat je helemaal kool geweest bent, ik hier nou weer met een kop vol krullen zit die ik nooit gehad heb. Ja. En dan denk ik, ja, ik ben er nog niet, maar ik ben al wel een heel eind. Ja. En dan denk ik van ja, dan kunnen andere mensen de uit de moed loszaken, dan denk ik, dan ben je verloren. Ja. Ja. Maar, jij zei het straks al, de keuze die wij gemaakt hebben voor de kerstmarathon, kanker heb je samen, dat is een woord als een nieuws. Dat is steeds als een nieuws, ja. Want ik bedoel, toen Wim ziek was, toen had hij Mien natuurlijk dag en nacht bezig. Ik had dat niet. Natuurlijk heb ik best wel veel dingen ook alleen moeten doen. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel steun. En nog aan de familie en aan de vrienden. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb... En ik gooi nog 4 dagen in de week bij zussen van Wim eten. Want ik vind het verschrikkelijk om alleen aan tafel te gaan zitten. En dan... Ja, maar dat helpt me wel. Ja. 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 Ja, mens hoor. Ze is er weer helemaal. Nou, kanker heb je samen. Dat blijkt ook weer uit dit gesprek. Dat is ook de rode draad die helemaal door het Alpe d'Huez verhaal van het team van Lingewaard heen loopt. Ze hebben het heel mooi opgepakt samen. Samen gaan we de strijd aan tegen die kanker. En een club die dat ook heeft gedaan, en die heeft het uiteindelijk al een paar jaar geleden gedaan, is Toer en Wielenclub Het Verzetje. Die zijn toegestart
met de omloop voor de Roses, nadat het jaar daarvoor de Ride for the Roses was geweest. Dit jaar hebben ze het gedaan, volgend jaar zijn ze het weer van plan, maar ze hadden er iets speciaals over. Dus we kregen een uitnodiging om naar het clubhuis van Tour en Wielerclub Het Verzetje te komen. Leuk aan fietsen. Ja, fietsen is leuk omdat het, als je recreatief fietst, ook goed is voor je gezondheid. Fietsen bij Het Verzetje is denk ik met name leuk, omdat wij vooral ook het samen fietsen, het sociale karakter met het fietsen, heel duidelijk ook een plek geven. Om die reden hebben we verschillende groepen, verschillende zeg maar, niveaus waarom men kan fietsen. En sinds een heel aantal jaren hebben we ook alweer een behoorlijke jeugdafdeling. En dat betekent ook dat men van jongs af aan kan fietsen bij Het Verzetje. Ja. Dus als ik het goed begrijp, jeugd, dames en heren. Klopt. En zij die het leuk vinden, kunnen zelfs wat meer naar de wedstrijden toe. En we hebben ook een aantal licentiehouders die bij de KNWU zijn ingeschreven. En deelnemen aan de wedstrijden regionaal en landelijk. Ja. Nou, ken ik onder andere van jullie de Pukkeltocht, een toertocht van Het Verzetje. Er is sinds een jaar of drie een nieuwe tocht bijgekomen. En dat is de Omloop voor de Roses. Hoe is die ontstaan? Ja, dat klopt. Die doen we een aantal jaren. Fijn dat je inderdaad de Pukkeltocht herkent, omdat het een tocht is die we al heel lang organiseren. Er was een andere tocht die we ook als vaste toertocht organiseerden en dat was de Omloop van Het Verzetje. En die hebben wij een aantal jaren geleden omgedoopt naar de Omloop voor de Roses. Wat is daar de achtergrond van? In 2009 hebben we hier in Lingewaard de Ride voor de Roses gehad. En dat is een toertocht op verschillende afstanden waar mensen gezamenlijk fietsen om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. En op dat moment, die zondag, hebben hier ruim 10.000 mensen op de fiets gezeten en in de regio een tocht gefietst. Die hebben bij elkaar ruim 1 miljoen euro bij elkaar gefietst, dus dat is een heel groot bedrag. Daar ontstond bij het bestuur van Het Verzetje het idee van, zouden we iets kunnen vasthouden om op die wijze in de omgeving van Lingewaard voor het goede doel te kunnen blijven fietsen. Misschien niet in die omvang van 10.000, maar een tandje lager. Maar dat we wel een bijdrage kunnen doen voor KWF. We hebben dat overlegd ook met de gemeente Lingewaard. We hebben dat overlegd met het bestuur van de Ride. En die waren er allemaal zeer enthousiast over. En dat betekent dat we in 2010 en in 2011 de Omloop voor de Roses georganiseerd hebben. Ja. Een nieuwe tocht organiseren. Het is altijd maar weer afwachten van hoeveel mensen dat er meedoen. Hè? Want ja, er zit toch een organisatierisico in. Wat zijn de reacties geweest? Nou, de reacties waren positief. Positief met name om de routes. Als het gaat om de deelnemers, ik denk terecht opgemerkt, dat blijft altijd het ongewisse, ook voor de organisatie. We hebben de afgelopen twee jaren allebei de keren ongeveer 600 deelnemers totaal gehad. En dat betekent ook dat wij een cheque aan KWF konden aanbieden van ruim 5000 euro in beide jaren. Zo, beide jaren. Met andere woorden, er komt er volgend jaar weer heen. Ja. We hebben absoluut gezegd van wij willen hiermee door. Het brengt toch mensen bij elkaar en het brengt ook geld bij elkaar voor KWF kankerbestrijding. Dus in overleg met het bestuur van de Ride is in ieder geval voor 2012 ook alweer afgesproken dat we de omloop organiseren. En we hebben gezegd we willen eigenlijk toch weer wat meer deelnemers hebben. Ik heb aangegeven ongeveer 600 deelnemers. Als ik dat mag verdelen, dan waren er ongeveer 250 op de familieafstand en 350 op de prestatietochten, die van 80 tot 125 kilometer gaan. En we hebben gezegd, het zou mooi zijn om toch wat meer mensen die gewend zijn op een dikke bandenfiets, een stadsfiets, ook op de fiets te krijgen voor het goede doel. En daar willen we met name in 2012 ook op inzetten. Ja. De tocht in 2012 heeft ook een naam gekregen. Ja, 2012 heeft de tocht ook de Omloop voor de Roses uiteraard gekregen. Maar we hebben wel gezegd van op het moment dat wij vernamen dat het team Lingewaard ook weer ging fietsen voor Alpe d'Huez, we zouden daar meer mee kunnen doen. En we fietsen beiden voor hetzelfde goede doel, voor KWF kankerbestrijding. En daar zit iets in van samen. Dat is ook volgens mij het motto wat het team Lingewaard heel duidelijk heeft meegenomen. En we hebben gezegd, wij zouden graag met de kerstmarathon zoals die ook door Huze TV georganiseerd wordt, daar een link gaan leggen om samen iets te gaan doen voor KWF. Ja. En dat heeft geleid tot een actie. Wanneer is de volgende tour, de Omloop van de Roses? Ja, die staat gepland voor de eerste zondag in mei en in 2012 is dat op 6 mei. Ja. Kunnen de mensen nu al inschrijven?
Dat hebben wij speciaal met de actie die wij verbinden aan de actie van de kerstmarathon naar voren gehaald. Vorig jaar kon dat nog vanaf half januari en we hebben dat nu vanaf half december mogelijk gemaakt. Ja, want de teams Lingewaard die zijn al aan het trainen, dus die komen al helemaal in de sfeer. Dus het zou leuk zijn als ook ja, zeg maar de gewone recreatiefietser mee gaat doen. Kost dat nog wat, die inschrijving? Ja, dat kost wat. Dat is voor de individuele deelnemer op de gezinsafstand van 25 of 50 kilometer is dat 10 euro. En op de prestatieafstanden is dat 15 euro. En dan praten we over de afstanden van 80, 100 of 125 kilometer. Okay. Nou, je had het over een actie. Wat gaan jullie doen? Ja, wij hebben gezegd, wij zouden graag een actie willen wegzetten onder de naam Samen fietsen voor KWF kankerbestrijding. En met name vanuit de gedachte dat er maar een heel beperkt aantal deelnemers deel kunnen nemen aan de Alpe d'Huez. Ja. Daar zijn elk jaar toch veel meer mensen die mee willen doen als dat mogelijk is. En ook niet voor iedereen is het weggelegd om op die afstand die prestatie te leveren. Maar dat kan ook dichter bij huis. Dat kan eigenlijk heel simpel, als ik dat zo mag samenvatten, door deel te nemen aan de omloop. Ook op de fiets en ook voor KWF kankerbestrijding. Een hele mooie actie, maar wat is nu de actie? Ja, wat is de actie? Wij hebben gemeend, iedereen die zich voor of tijdens de kerstmarathon inschrijft, om daar een bijdrage van te doen naar het team Lingewaard ten behoeve van Alpe d'Huez. Ja. En dat betekent dat van elke individuele inschrijving 2 euro gaat naar de actie van Alpe d'Huez. En we hebben ook in 2012 wat nieuws. We hebben gezegd, we zouden het prettig vinden dat toch vrij laagdrempelig gezinnen kunnen deelnemen. Die betalen 20 euro inschrijfgeld. En per gezin gaat dan 4 euro naar het team Lingewaard, naar Alpe d'Huez. Oké, dan moeten er dus een hele hoop mee fietsen, want dan krijgen wij geld binnen. Ja, dat klopt. Dus wij hopen ook dat vanaf nu de inschrijving is mogelijk op de site die daarvoor beschikbaar is. Dat heel veel mensen zeggen, wij zetten die stap. Wij gaan nu al aangeven dat we op 6 mei 2012 op de fiets stappen in de omloop voor de Roses. En weten dat ze daarmee bijdragen aan Alpe d'Huez. Ja. Oké, voordat we direct de site gaan noemen, er is nog maar één actie, want jullie hebben nog iets. Ja, vaak is het zo als je dan toch bezig bent van wat kunnen we allemaal doen om toch uiteindelijk het bedrag zo hoog mogelijk op de teller te krijgen. Ook voor Alpe d'Huez hebben wij in ieder geval nog een prachtig shirt wat wij in een veiling mogen aanbieden. Wat in een veiling ongetwijfeld ergens rondom de kerstmarathon ook een plek gaat krijgen. En dat is een shirt wat hier achter mij hangt. Ja. Dat is een shirt wat gedragen is tijdens de Ride for the Roses in 2011. En wat gesigneerd is door Joop Zoetemelk, die diezelfde tocht ook toen met ons gereden heeft. Dat is mooi dus voor de echte liefhebber, van sowieso van het fietsen, want je hoeft hem niet per se alleen maar met de Ride for the Roses of, laat ik het zo zeggen, de omloop voor de Roses aantrekken. Je mag hem altijd aantrekken. Je mag hem altijd aantrekken. Het is natuurlijk een uniek exemplaar. Hij is origineel gesigneerd. En ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, nou, de wetenschap, hoe Joop Zoetemelk in het verleden zijn prijzen binnenhaalde, onder andere de Tour de France gewonnen heeft, dit jaar 65 is geworden en een prachtig boek heeft uitgegeven met de wetenschap, een gesigneerd shirt 2011 door Joop Zoetemelk, dat van waarde kan zijn. Ja, ik denk zeker wel dat we daar een leuk bedrag uit kunnen halen. Henk, hoe schrijven de mensen zich nu in? Mensen kunnen zich inschrijven, daar ga ik dadelijk iets over zeggen, maar ik mag nog wat aanbieden. Ja. Ik kan hem helaas niet laten zien, maar dat is een shirt wat gesigneerd is door Erik Dekker. Een origineel Rabo shirt en ook dat zal in de veiling nog ingebracht worden. Maar dat houdt in dat we direct nog misschien wel met 1000 euro van het verzetje kunnen rekenen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de bieders op de shirts kan dat misschien nog wel een heel mooi bedrag gaan worden. En we hopen uiteraard dat het in die richting gaat komen. Ja. De site waar mensen kunnen inschrijven, dat kan via internet. De site is www.omloopvoorderoses.nl. En ik ga ervan uit dat HUCTV dat ook nog wel ergens een mooie zichtbaar gaat maken. En wij hopen dat mensen op die site dan hun inschrijving gaan doen. De site spreekt voor zich? Ja, de site spreekt voor zich. Er staat wat informatie op. Misschien toch ook aardig te vermelden dat met name de Tourcommissie binnen het verzetje
toch probeert steeds weer een mooie route samen te stellen. Het is een groep met enthousiaste leden en vrijwilligers die in die tourcommissie daar invulling aan geven. We hebben een pauzeplek dit jaar voor de familieafstand in Huissen bij Mea Vota. Mea Vota heeft ook gezegd van iedereen die deelneemt, die kan ook wat dat betreft het museum bezichtigen tijdens de pauze. Ja. Goed, ik kom er eigenlijk niet onderuit. Ik bedoel, ik hoor dat de inschrijving vandaag open gegaan is en dat er nog geen rugbaarheid aangegeven is. Kan ik me nu even inschrijven? Ik mag je van harte uitnodigen om als eerste de inschrijving te verzorgen. We zijn lid. Henk, dankjewel. Proficiat met de inschrijving. En heel veel succes en ook bedankt voor jullie actie, naar onze actie. Ja. Voor, in ieder geval voor het initiatief. Heel graag gedaan en we hopen dat het en jullie zijn natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Want we hebben een paar fietsen staan voor de wielrenners. Oké. Okay. Ja? Nou. Ja, super dat Tour en Wielerclub Het Verzetje meedoet in het hele idee kanker heb je samen. Nou, ik liet het u straks al een keer zien. Hier hangt dus het shirt, het originele shirt van Joop Zoetemelk. Gesigneerde Joop Zoetemelk staat hier onderin. En u kunt daarop bieden. U kunt daar eigenlijk nu al op bieden. U stuurt of een e-mailtje naar redactie@huissen.tv. Of u belt naar 06-400-30979. Henk heeft ook nog het redactietelefoonnummer erbij staan. 026-325-7916. Dat dus voor dit shirt. Dat geldt ook voor het andere shirt wat er nog komt. Dan hebben we ook nog binnenkort komen deze dingen in omloop. Jillis, ik weet niet of je hem nog dichterbij kunt trekken. Ja, dit zijn boksen. Met een affiche erboven. Opgeven is geen optie. Kanker heb je samen. Deze boxen, die mogen wij neerzetten bij de flessenautomaten van Jumbo, Co-op Lames Huissen, Drek, Co-op Lames Zand, Jumbo Bemmel. We gaan proberen alle supermarkten binnen Lingewaard te voorzien van deze boxen. En wat is nou de bedoeling? Ja, het staat erop, hè. Schenk uw lege fles voor de Alpe d'Huez. Wij vragen nu, gedurende de periode, als het kan natuurlijk tot 7 juni 2012, als u uw lege flessen inlevert in de automaat, het bonnetje komt eruit, wil u dan dat bonnetje hier in dat geleufje douwen? Dan doet u mee met uw donatie en het sterkt ons om voor het grote doel, kanker heb je samen, de berg op te gaan. Goed, dan natuurlijk de kerstmarathon. 25, 26 december. Dan gaat de televisie gebeuren van start. We starten natuurlijk op de 24e met de kerstviering, 's avonds om 9 uur. U kunt bellen. En dan ga ik de cameraman even van streek bellen, want ik ga lopen naar een telefoonnummer, als ik het hier ergens kan vinden. Nee, ik ga terug. Pak deze. Hij houdt me gewoon bij. Ja. Nou, ik ken ons eigen telefoonnummer natuurlijk wel vanuit de studio. Maar we mogen dit jaar ook het telefoonnummer gebruiken van het gemeenschapshuis. En dat is 325-2439. Dus 325-2439. En ons eigen studionummer is dus 325-0022. Die twee telefoonnummers zijn vanaf eerste kerstdag, CQ kerstavond al, beschikbaar om uw donaties door te bellen. En bellen. We hebben stiekem geroepen ergens al in de wandelgangen. Vorig jaar 12.300. Ja, dit kan ons allemaal gebeuren. Maandag naar de dokter omdat je pijn in je hoofd hebt. En hij kan me zo tegen u zeggen, sorry, u hoort erbij. Dus doe mee, steun ons. En niet alleen Huissen TV, maar dus ook het hele team van Lingewaard, wat dus volgend jaar gaat fietsen. Er komen nog een hele hoop acties, maar daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Wat ik u wel wil laten zien, is hoe het er gisteravond uitzag. In het donkere, maar toch met heel veel duizenden kaarsjes verlichte centrum van Huissen.
zie je, als de camera heel even zwenkt, kun je de restanten zien van het voormalige bouwhuisje. Daar werd in het verleden gestorven mensen tijdelijk opgeslagen waarvan, niet wist, waarvan men niet wist wat voor geloof dat ze hadden. Of wat de precieze bestemming was, of dat er nog een onderzoek zou plaatsvinden. En tot die tijd dat dat vrijgegeven was, werd vaak een corpus hier opgeslagen. En nu staan de fundamenten hier nog, dus er is het een en ander verdwenen. Willen jullie daar iets mee nog? Nou ja, zoals je al zegt, dat zijn de restanten van het bouwhuis. En wij willen dit gaan renoveren en oude staat terugbrengen, voor zover dat dat mogelijk is. Want volgens de overlevering was het ooit een houten opbouw op een stenen fundatie. En wij willen dit als een soort kapel gaan inrichten. Als een soort herinnering aan het voormalige bouwhuisje. En wij zijn van plan dat op korte termijn te realiseren. Door te bezweren en verrijking van onze begraafplaats. Dit is eigenlijk de kers op de taart van het renovatiegebeuren van dit kerkhof. Want het herstel van de graven, dat krijgt komende jaar zijn voltooiing. En daarna aansluitend gaan we bezig met de renovatie van dit bouwhuisje. Kijken of dat niet past. Ja, jongen. Mooi. Ja. Lengte van jaren. Iedere voorbijganger zal me herinneren aan deze avond, deze mooie erkenning. Bedankt voor de Beverlanders. Ja, het viel goed, oftewel,
Dat was de impressie van Husse bij Kaarslicht. Goed, nog even heel kort wat de kerstmarathon aangaat. Johan Flemings komt mee fietsen. Anita van Bon komt mee fietsen. Dan zullen jullie zeggen, wie is Anita van Bon? Nou, onze voormalig Nederlands kampioenschap judo bij de dames komt mee fietsen. Ze heeft zelfs aangegeven dat ze misschien wel 7 uur op de fiets gaat zitten. En op tweede kerstdagavond om 9:45 treedt op. En dan hebben we werkelijk een primeur. Hugo Peters met onder andere zijn nieuwe single Vrienden voor het Leven. Ik ben er doorheen van vandaag. Het was een wat langere uitzending dan normaal gesproken. Maar u kunt in ieder geval de herhaling op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag nog een keer terugzien op televisie. En vanaf woensdag op de YouTube-kanaal van Husse TV. Ik zie u graag terug kerstavond bij de kerstmarathon van Husse TV. Bedankt vandaag voor het kijken en nog een plezierige dag.